Welkom bij een nieuwe aflevering van Osmium, de zwaarste podcast in het Nederlands. Gepresenteerd door Zware Metalen, het Mental Magazine van de Benelux. Ik ben Niels en zoals altijd word ik vergezeld door de man die vroeger op paintbal zat, hoofdredacteur Pim. Ja, ik kan echt achter ja. paaltjes staan, <laughs> goed om me heen kijken en dan even mijn target uitkiezen en die neutralizen. Het schijnt dat die film American Sniper op jou gebaseerd is. Jazeker. <laughs> Nou, daar komen we misschien dagen op terug. Of wil je daar nu nog eventjes een toelichting op geven? Nee, joh. Kijk, de, elke invulling doet tekort aan de inbeelding die de luisteraars nu zelf gemaakt hebben. Dus het ja, kan eigenlijk, ja. de realiteit kan eigenlijk alleen nog maar somberder zijn dan de verbeelding. Maar ik moet wel zeggen dat ik de laatste tijd heb ik een paar afleveringen van Osmeen, heb ik zitten editen. En elke keer als hij dan binnenkomt, dan doe je dat echt alsof je echt de sixe. Nou ja op de wc zeg maar iets heel erg zwaars achter je hebt gelaten zeg maar wat is ja. hoe zit het dan met die ja nou <laughs> kijk het ding is dat ik heb altijd het gevoel dat die <laughs> En dan moet ik altijd een muziekje kiezen om dat dan er nog overheen te editen. Dat je denkt, nou oké, okay, Pim, nou, je zoek moet het maar altijd wel. zo zien dat er altijd een introotje voor zit. En dat is dan ja. lekker. Dat zo, dan lekker. heb je zo die intro en dan heb je die pompende de metal. En dan komt ze. Yeah, ja, lekker, welkom bij Osmium. Weet je wel, dat Oh, idee. dat is de artistic vision daarachter. Ja, dat, ik, ik denk al twee stappen vooruit, Pim. Ik ben okay. al veel verder. Snap je Nou, als jij twee stappen vooruit denkt, ga je nou ook even de socials pimpen en zo? Ja, uh, dankjewel wel weer voor deze brug. Top. <laughs> Ik ga inderdaad even onze social pushen. Nou, uh, we waren afgelopen weekend, we op Soulcrusher. Nou, nou, nou mensen. Ik blijf het maar zeggen. Ik, blijf, ik begin op een gegeven moment een beetje te klinken als een kapot antwoordapparaat of zo. Uh, het is gewoon weer uh, lit as hell was het op onze socials. Dus uh, volg ons. We hebben een kopje gemaakt voor Helmoet Lotti En misschien moeten we het ook eventjes voor Soulcrusher 2023 doen. Waar we letterlijk nul stories hebben gemaakt over... Soulcrusher zelf. En alleen maar over de afterparty. die we zelf hebben moeten organiseren. Uh, maar desalniettemin was het gewoon weer kwaliteitscontent. dan zeg ik het zelf. Dus volg ons eventjes op Instagram. Uh, op Facebook hebben we natuurlijk ook een pagina. Dus uh, like ons daar ook even. En uh, rate onze podcast ook even. in Spotify en in Apple Podcasts. Graag vijf sterren. Ja, anders stamt onder je maar op, hè. Dus, Pim. Jezus, we hebben nog wat uh, dingen te bespreken. Want uh, naast uh, Soulcrusher, waar we dadelijk natuurlijk uh, over gaan praten. hebben we nog een hoofdonderwerp. Dat gaat over heruitgaven. Je had een idee. Nee, jij had een idee. Ja, ik had een idee. Dat, is waar. dat kwam van <laughs> mij, maar uiteindelijk de uitvoering kwam meer van jou, zal ik het zo zeggen. Nou ja, jij gaf een goede voorzet. Ik hoefde hem alleen ja. maar in te koppen. Ja, dat klopt. Want uh, ja, wij zaten dus op uh, SolCrush afgelopen weekend. En ja, we, dan ga je op een gegeven moment, heb je wat meer tijd met elkaar, ga je gewoon conversaties aan over de toekomst natuurlijk. Dat is iets wat normaal gesproken altijd gebeurt. Als je wat langer tijd spendeert met elkaar van, hè, hoe, uh, hoe gaan we nou naar voren kijken? Samen En toen pennen. dacht ik... Ja, toen dacht ik over het nou overigens over samen plannen gesproken. Misschien is het even goed om hier te vermelden dat wij nu de aflevering aan het opnemen zijn van november. En het is op dit moment half oktober. Ja. Dus dit is by far de meeste planning die wij ooit in ons leven hebben gedaan voor deze podcast. Jij. Jij vond het nodig nadat je 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 huwelijksreis had gehad met mij, om nog even met je sidechick op, uh, op reis te gaan. He? Ja, ik ga nog even met mijn vriendin weg. Ja, even met je schatje. Hè? Zo van, uh, ja, Niels, jij doet er niet meer toe. Ik wil nu eventjes gewoon met mijn, uh, met mijn schatje op reis. Dus jij uh, dacht, uh, ik knijp er even tussenuit. Wil je nog even delen waar je heen gaat? Nee, dat komt in mijn luistertip of mijn uh, concerttip nog terug. Ah, oké, okay, oké. Okay. Onze toekomstplannen. Ja, wij waren dus inderdaad op sokker even aan het praten van wat kunnen we nou doen. En in eerste instantie dachten we ja, misschien kunnen wel shirtjes of zo. Maar dat is misschien een beetje financieel, complete, <laughs> complete niet een uh, soort van uh, operatie die we op dit moment moeten ondernemen. Maar toen dachten we, wat kunnen we doen aan podcastpromotie, zou ik zeggen. Ja, in fysieke vorm. Ja, in fysieke ja. vorm, wat een beetje behapbaar is voor ons budget, oftewel 0 euro. <laughs> en uh, ja, toen kwamen we eigenlijk op uh, stickers uit. Cirilla marketing jongen. Ja, toch? Dit is, dit is op zich wel een leuk idee, dat we gewoon Osmium-stickers maken. Ja, maar niet zomaar even een logootje knallen, toch? Dat is, dat is niet leuk. Het moet wel een beetje de spirit behelzen van deze podcast. Ja, mee eens. Dus, waar kwam jij mee aan zetten, Pim? Kom, was ik dat? Jeetje, want ik, ik heb wel goede ideeën, hoor. Dat mag ja. wel even gezegd worden. Ja, ik ja. dacht, kunnen we niet dan een paar quotes of, of slogans uit de... Geschiedenis van onze afleveringen dan de opdoen, en toen zei jij: Oké, okay, slim, en dan doen we een QR-code op die sticker met een link naar die aflevering waarin die ja. quote legendarisch wordt, want dat zijn ze inmiddels. De, 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 dus, nou ja, dat is wel hartstikke goed idee. Dat we gewoon meerdere osmiumstickers awesome drukken met meerdere ja. quotes en meerdere QR-codes. En dat we die misschien gewoon mee kunnen nemen naar festivals, evenementen ja. waar we zijn. En gewoon hè, in de wc van de db's. Of bij socrustjes uitdelen aan mensen die ons na SSPI even een handje komen schudden. Daarover over later meer. Dus, ja. nou, dat leek ons misschien wel een hartstikke leuk idee. Ja, top. Ik, ik zie dit ook al voor me, zeg maar. Dat... It's, wat was de een keer? Uh, I have a dream. Dat is zeg maar de major quote, zeg maar. En dan daaronder zeg maar nummer twee is... Uh, ja, wat een heeft een, uh, heeft een kneuzenbrigade of zo. Weet ja. je wel dat, dat soort dingen, ja. Dus wij hebben zelf al een beetje een shortlistje gemaakt... van quotes die we zelf wel lachen vinden... of die een beetje ja, in de sfeer zijn van, van, de, van de podcast. Maar we dachten, misschien hebben jullie zelf ook nog input. Hebben jullie misschien zelf nog ideeën van dat je denkt... Oh, als je zegt osmium... Dan denk je aan deze aflevering, of dan denk je aan dit moment, of dan denk je aan deze quote. Dus laat ons zeker even een bericht sturen op de socials met wat suggesties. In het volgende staat al op onze shortlist. Zullen we dat te verdelen, de shortlist, of houden we dat geheim, Niels? Ja, weet je, we kunnen nou een beetje onze eigen hoorn gaan toeteren, maar dat hoeft niet te okay. se, toch? Oké. Okay. Oké. Okay. Iedereen weet, denk ik wel, de, 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 de sowieso de top drie die we wel hebben staan, maar het stuurt ja. even wat in. Ja, nou, oké, okay. is goed. Maar we zijn zeker open voor suggesties nog. Ik denk ja. dat we drie of vier verschillende versies gaan drukken. Dus dan zijn ze ook nog eens allemaal limited en zo. En dan hebben welke ja. versie heb jij? Net als dat je naar het Gogh Museum kan gaan met Pikachu-kaarten, die dan heel gelimiteerd zijn. Dat kan je ook gewoon gaan. Sparen de stickers van of meer. Juist, inderdaad. Dus sparen ze allemaal net als Pokémon en ja, ja, top. De zwaarste stickers van, uh, van Nederland. Juist, inderdaad. Quartet. Maak een kwartet zou ik zeggen. We hebben ook nog meer nieuws, Pim. Want, want wij zijn natuurlijk hè, radio show van zware metalen, min of meer. Maar er is eigenlijk. ...ja, We zijn meer een soort talkshow. Er is een echte radio show. Dat is waar. Er was een radio show. En die heette Tel ja. En die deden we elke maand bij Stranded FM... namens Zware Metalen. En nou ja, om meerdere redenen was het organisationeel steeds lastiger. En nou zijn we al een tijdje in contact geweest met Kink Distortion om daar een vaste radioshow te gaan verzorgen. En dat gaan we binnenkort doen. En op het moment dat deze aflevering uitkomt, is de eerste aflevering zelfs al geweest. En ik doe dat voorlopig samen met Remco, hoofdredacteur Remco. Gaan we gewoon even één uur nemen dan op per maand waarin we een thema uitkiezen. En een ander uur nemen we op waarin we gewoon wat nieuwe muziek met wat recensiequotes van zware metalen naar voren brengen. En ik denk dat het een hele leuke manier wordt om nieuwe luisteraars ook naar osmium en naar zware metalen gewoon door te seizen. Omdat, nou ja, wat er op King Distortion gedraaid wordt is niet de meest obscure shit altijd. En wij gaan gewoon keihard obscure shit draaien. Dus uh, dat wordt gewoon een hartstikke leuke manier om mensen wat meer deeper down the rabbit hole te krijgen uh, in de metalmuziek. Ja, vet. Ik, ik vind het echt heel gaaf dat we gewoon op King Distortion te horen zijn straks met een, uh, een eigen uurtje. Ja. Per maand is het toch? Of wat? Of per... elke, ja. week. Elke, elke week, elke woensdagavond, zijn wij een Jezus uur man. volgens mij tussen 8 en 9. Of we zijn er in de spits tussen 4 en 5. Dat weet ik nog niet helemaal. Maar wij hebben in ieder geval één uur elke week dat we daar te horen zijn. En we doen dan een nieuwe aflevering, en dan wordt die herhaald. En dan we weer een nieuwe aflevering, en dan wordt die weer herhaald. En op die manier is er elke week is er content, maar elke, nou ja, elke maand is er dus. Uh, twee uur aan, aan radio. Maar ik moet zeggen, Niels, radio maken is wel echt een stuk makkelijker dan een podcast in elkaar zetten. <laughs> de Rimco, ik, die hadden gewoon de muziek gedownload, uh, praatjes ver, verzameld, gewoon even een. Oh ja, doe jij de uitro, doe ik de intro, bam bam, twintig minuutjes opnemen, en je hebt gewoon een uur aan content. En dan een podcast zit je nog twee uur te editen, alles op je social media te knallen en zo. Maar goed, die socials, dat gaat nu allemaal via uh, King Distortion. Dus dat, uh, dat, uh, oh, dat is ja. een stuk simpeler allemaal uitbesteed. Nou, nee, ja, lekker. Dat doen mensen voor ons. Dus wij moeten eigenlijk ook. Wij hebben ook mensen nodig. We hebben ook slaafjes nodig. Ja. Nou, we hebben toch een stagiair? Ja, dat klopt. Maar die is al een tijdje niet zo productief, helaas. Ja, dat klopt. Ja. Nou, ja, goed. Dan uh, mocht iemand zich vrij voelen om te helpen. We, de, ja, alle hulp is welkom. Ik heb soms het gevoel dat deze podcast een lekker boot is waar we met twee emmertjes het water aan het uitscheppen zijn. <laughs> <laughs> maar, maar, maar goed, het is een kwestie van tijd voordat dit schip zingt. Hoe dan ook. Ja. Nou ja, hallo. Dit is de aflevering 53. Hè, <laughs> 53, dus, uh, wie had dat ooit gedacht? Dat het ging niet sneller eens. naar beneden. Nee, ja, dat is. Inderdaad, ik zelf had het niet eens verwacht toen we eraan begonnen. Maar goed hoe dan ook we zijn er nog steeds en we hebben er nog steeds plezier in dus ja. uh, laten we het gewoon uh, doordoen uh, door blijven maken. Nou door naar Soulcrusher dan zou ik zeggen. Pim. Zeker. En uh, dit doen we wel eventjes in een soort van vogelvlucht. We gaan niet elke band individueel bespreken want uh, dat hebben we al vaak genoeg gedaan. En ook, volgens mij komt deze aflevering meer dan een maand na het festival zelf uit. Maar... Ja, je mossert naar de maaltijd. Ja, misschien wel. Maar dat hoort dan wel helemaal bij Osmium. Dus de Osmium-stijl. Ja. Uh, maar uh, misschien wel even gewoon de tops en de flops benoemen. Weet je? De dingen die vet waren. De ja. dingen die minder vet waren. Even een overzicht van het weekend. Uh, een soort van, ja, een terugblikje. Misschien wel. Ja. Dus, um, ja, tops, Pim. Wat, uh, wat, was, wat was vet? Mijn allereerste top... Ja. Was natuurlijk Ashespire. Hey. En dat is... Om meerdere redenen was dat gewoon heel tof. Ja. Ten eerste hadden wij uh, een, een hotel geboekt in Nijmegen... om die show helemaal te kunnen zien. Omdat de band om logistieke redenen als laatste moest spelen. Ja. En nou ja, dat was een beetje suf... om de meest geanticipeerde band daardoor maar deels te zien... of helemaal niet te zien. Dus hebben we maar een hotelletje geboekt. Later dus meer over de afterparty in Nijmegen... die daardoor mogelijk gemaakt werd. Maar Essence by zelf, joh. Oei, oei, oei. Dat is gewoon echt een sikke band. Ik heb... Eigenlijk had ik een beetje voor het eerst in jaren weer dat urgentiegevoel. wat ik ook voelde bij de optredens van Donners. Ja, nee, oké, okay, die benst natuurlijk hartstikke gecanceld tegenwoordig. Dus daar mogen we het eigenlijk niet over hebben. Maar dat, destijds was dat ook gewoon, kan dat echt hard binnen. En ook bij deze show had ik gewoon. Het was gewoon urgent. Het was gewoon: dit is gewoon vooruitstrevend, hard, interessant. of de path en gewoon lijp. En weet je wat ook lijp was, Niels? Nou. De kleine Osmond Meetup die we hadden na die show. Want wat ik heel erg tof vind, is dat wij gewoon, zeker dat is jouw verdienste. Jij zit gewoon al een tijdje te pushen dat Ash Inspire, Roburn, jaarlijst vorig jaar, gewoon hup, Ash Inspire. En toen stonden we daar na die show en toen hadden we gewoon in drie minuten of zo. hadden we met vier mensen gesproken die zeiden: hé hey, Osmium, Osmond, hé. Hey. Uh, en dat is gewoon vet, want wij pimpen zo'n band en het kan natuurlijk zijn dat onze luisteraars zelf die muziek ook ontdekken, maar ik durf te zeggen dat sommige mensen ik hé, hey, dat is een spijer. Volgens mij had Nederlandsheid ons meer me daarover. En denk je dat jij gewoon mensen geïnfluenced hebt om de meest urgente show van Soulcrusher in ieder geval bij te wonen om 1 uur s'nachts? Dat vind ik wel lijp. Ja, ja dat, uh, dat kan ik oprecht zeggen. Inderdaad, Pim, dat was echt heel tof om te zien dat, uh, dat die band echt wel leefde. Ik denk echt dat mensen serieus zijn blijven hangen voor die band. Ja. Uh, dit, en dat vind ik heel tof om te zien. En ik ben ook even 100% er mee eens. Dit keer hadden we wel goed geluid, dus ik kon er wat meer van genieten. Ik denk nog steeds wel dat die band iets moet doen aan zijn geluid. Want het was soms wel heel erg gruizig. Ja. Uh, en, 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 en die rare soort van vage jazzbeats die erachter zitten, ja. die helpen ook niet. Maar dit was de top, Senniels. Maar dit, 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 was, dit was speciaal. Dit was een uniek optreden op, op de dag, als ik zou zeggen. Op het festival, zou ik zeggen. Ja. Ik denk dat er niks was dat, nee. dat zo was als deze, deze band. Dus... Uh, ja. Ja, zeker. Zeker staat ook in mijn top. Ik wil even één vraag stellen. Ja. Wie van jullie komt uit Brabant? Ja. What the fuck? <laughs> we kregen de vraag. We stonden met z'n twee bij elkaar. En toen stelde er een luisteraar aan ons de vraag: ja, maar wie is van jullie de brabo? En <laughs> toen dacht ik. Ik had op dat moment volgens mij al twintig zinnen uitgesproken. <laughs> maar weet je, ik kom vaak gewoon in de regio. Dus ik ben een beetje ingeburgerd al. Ik heb een hele goede zachte G en zo. En daar is ook. Dus ja, ik, ik kan het die persoon niet kwalijk nemen dat, ze, dat, dat ik gewoon incognito was. Nee, dat klopt. Maar ja, er stond ook nog wat muziek aan en zo. En uh, ik deed natuurlijk heel erg mijn best om mijn uh, zachte g te verbergen. Veel ja. meer dan dat ik in de, post, in, de, in de podcast zelf doe. Dus ja, misschien dat het daarom was. Uh, maar goed, maakt het verder niet uit. Het was wel grappig. Doe jij nog even een toppie dan? Ja, ik, uh, ik heb nog wat andere bands die ik even snel wil noemen. Oké. Okay. Uh, ik vond Gold heel erg verrassend goed. Ja. Uh, dat was in een nieuwe setting, zonder drummer, maar meer met een soort van elektronische setup met uh, laptop en een soort van mini drumstel en dan twee gitaristen en, en, een, uh, en die zangeres dan. Uh, bijzonder goed, vond ik. Vond, in het begin dacht ik, ja, ik weet niet of ik erin kon, eh, een soort van digitale set. Maar het was echt verrassend goed en super zuiver gezongen en zo. Dus ik heb die bands echt wel eens minder gezien. Dat was vet. Mag ik daar even kort op inhaken, ja, Niels? Ja, ja, ja. Ik wil even mijn welgemeende excuses aanbieden aan de band Gold. Want ik, ik heb ze inderdaad meermaals live gezien in het verleden... dat ik het echt helemaal niks vond. En ook dat ik de zang ontzettend zo vals vond. Dat was nu echt helemaal anders. Dit was ja. echt gewoon... Ja. Dit, er staat hier gewoon een compleet andere band op het podium... ook al zijn het dezelfde mensen grotendeels. Dus dat vind ik... Dit was gewoon tof. Ja, gewoon vet. Gewoon echt heel ja. goed. Ja. En het werkte gewoon ook echt heel goed in, ja. met die muziek. Ja, dus dit past zoveel denk... beter bij wie die band gewoon is. Ja, ik, ik, ik ben echt benieuwd of ze dit vaker gaan doen. Uh, ik, ik hoop het wel, want ik vond het echt heel tof. Ja. Uh, wat had ik nog meer genoteerd? Ik had Ahab, doom metal die ik wel kan waarderen. Die songwriting heeft er, hebben we het over gehad, ook op het festival, uh, denk ja. ik, uh, Pim. Dus dat was vet. Ik had uh, mijn stemming tenminste het deel van de set dat wel zonder problemen ver, uh, verliep. Dat was heel erg vet. ja. Ik had Panzerfaust, want ja, dat is toch ook wel lekker pompen. Black Metal Canada, Black Metal Melissa. ja, yeah, ook een kneuzenbrigade natuurlijk. Zeker. En ja, als laatste, moet ik het nog zeggen? Moet ik het nog zeggen, Pim? Je weet het wel, de C-Band. Ja? Hij zit nu hier aan te kijken, hij heeft geen idee. Ik kan me er niks van herinneren. Nee, nee oké. Okay. Cult of Luna. Oh, Goed. ja. What the fuck? Hoe kun je dat nou niet weten? Uh, dat waren een aantal bands die ik tof vind. Ik ga overigens ook nog wel wat terugkomen op wat flops dadelijk qua bands. Dus, uh... Ja, ik heb ook zeker wat appeltjes te schillen nog met sommige ja, bands. maar dat waren even bands die ik genoemd wilde hebben. Heb jij oh. nog andere bands die je even wil aantippen? Of, uh... Uh, ik heb nog LLNN, want daar was jij Ja, niet die bij. heb ik niet gezien. Ja, want, ik moest naar huis. Nou ja, ja. dat trein gaat op een gegeven moment en we hadden ja. niet twee nachten in een hotel in, uh, in Nijmegen. Ook had dat ja. natuurlijk gewoon gekut. En ik vond het LLNN, dat klapte er gewoon hard op. En ik zei het al tegen jou, dat is de band die une had moeten zijn. En uh, mm, het is gewoon ja. lijp. Het was gewoon tof. Gewoon venijnig, hard klappen. En dat was gewoon vet. Ja. Uh, en ik had nog Violet Magic Orchestra. Ja, ja, ja. Dat was Om ook leuk. De, en ze hebben binnenkort, zij, nou ik weet niet, dus is een soort van de armtachtige situatie waarbij de mensen op het podium niet per se de mensen zijn volgens mij die de muziek maken. Maar... Zij dus hebben binnenkort een nieuw album wat Death Rave heet. En dit was gewoon een Death Rave. Het gewoon performance art. Gewoon knallen. Ik ja. vond deze keer de muziek ook gewoon oprecht vet. En naast dan de hele shock factor en de bizarre show, was, ja, was het gewoon muzikaal. eigenlijk. Betrapte ik mezelf een paar keer op dat ik het eigenlijk ook gewoon wat tof vond. Dus ik was er eigenlijk niet van plan om erheen te gaan. Maar hij zei: Ah, we gaan toch even kijken. Fine Match Corpse, leuk man. En toen was ik erbij en dacht: Ja, dit is eigenlijk gewoon lachen. Het is gewoon lachen. Ik, ik, had ik had een beetje bij de muziek zat ik een beetje te denken aan uh, uh, Underworld gemengd met Scooter. Ja. Echt die rave, die echt die rave. Cultuur, Op zijn Japans. Man. Juist, inderdaad. Met de weirdo Japanse invloeden inderdaad. Um, nou, Andere dat torres. waren de bands. Andere ja. dingen die relaxed waren. Ik wil heel even... De garderobe, zeg maar, een, een, een shout-out geven. Ik vind het altijd relaxed bij, de, bij de, de, de doornroosje. Je stapt binnen, je pleurt je tas of je jas naar neer. Je krijgt een kaartje en je kunt duizend keer terug naar je tas. Er is geen gedoe, je hoeft niks te betalen. Het is gewoon een teringoed systeem. Die mensen doen het allemaal gratis. mag gewoon een shout-out krijgen, vind ik. Ja, dus dat vind ik echt vet. En je kan er ook puzzelen. Je kan nou ook ja. uh, Noorse legpuzzels doen. <laughs> ja. En Zweedse kruispuzzels. En uh, wat zei ook een <laughs> Ik denk dat de mensen het niet <laughs> helemaal door hadden. Er <laughs> zo'n een boekje van Zweedse kruispuzzels of zo. Hij uh, ja, zei: Ja, ik ben ook Noors, dus ja, ik, ik kan wel meehelpen. En niemand die erop reageert. Dus niemand snapt die grap dan. Maar ja, goed. Oh, okay. Ik lag natuurlijk weer op de grond ja, van vlak. De, de genialiteit overstijgt ja. soms. Uh, Jonge, de perceptie. Jonge, wat, wat een grap allemaal. Nou, <laughs> uh, dus dat. Heb jij, uh, wil jij nog even? Ik wil ook nog even een shout-out doen, denk ik, aan de representatie op het festival. Ja, wij hebben volgens ja, mij in zeker. vorige edities hebben wij best Absoluut. wel een beetje zitten zeuren op het feit dat het alleen maar blanke mannen waren op een podium. Er ja. waren nog steeds heel veel blanke mannen op het podium. Dus ik denk dat de blanke mannen zich niet per se verdrongen hoeven te voelen. Maar ik zag toch zeker ook gewoon heel veel andere dingen op het podium. Er waren mensen uit de LGBTQ plus uh, gemeenschap. Maar er waren ook gewoon across the board gewoon heel veel meer vrouwen op het podium. En dat vond ja. ik gewoon oprecht vet. Want ik had ook het gevoel dat daardoor meer vrouwen in het publiek er waren. Ja, en dat en is ook gewoon absoluut. leuker om gewoon niet in een fest aanwezig ja, te zijn. Absoluut. En nou ja, dus ik denk dat we qua culturele representatie en cultuuroorlog... nog in bredere zin wel wat te winnen hebben in de metal scene. Maar ik vond het gewoon oprecht leuk dat Soul er gewoon uh, daar... Een, ja, een koerswijziging heeft gehad. waar ze in het verleden daar, denk ik, helemaal niet over nadacht. in deze editie wat meer. En dat, dat moet dan ook benoemd worden. Want ik vond het oprecht bijdragen aan een leuker festival. Ja, mee eens. Ik kan dit niet anders dan dit beamen. Het was heel erg tof om te zien dat er gewoon veel meer representatie was. zowel op het podium als in de zaal. Ja, fijn. Laten we gewoon streven naar een 50-50 Clamfest uh, sausagefest, toch? Dat is gewoon een. Uh, ja, lijkt me een goede. Ja. Oké, okay, dan heb ik nog. Um, ja, ik moet het even zeggen. Ja, de, de, overnachten en dus doorhalen in <laughs> de underground, Pim. Oh, fuck, de underground. Gaan we het er nu over hebben? Want ik wil het ja. namelijk als flop. <laughs> <laughs> ik had het als flop opgeschreven. Ik heb het zowel als, als top als als flop, niks. Oké, okay, zullen we dan dat zo meteen als flop behandelen? Ja, prima. Oké, okay, nou, dan zal ik even het misschien... festival even in ere nog even behandelen voordat we dan weer de onzin enkel gaan nemen. Ja, nou dan, zal ik dan, dan pak ik even een andere top van mezelf. Goed, uh, en dat is de grootte en intimiteit van het festival. Oké, okay, uh, oké. Okay. Ik vind dit namelijk een festival dat. Vrijwel de perfecte grootte heeft. Ik, ik heb hier het gevoel. Alsof dit, ja, het, het is bijna, bijna uit het uit doornroosje aan het groeien. Het, is, het zit echt de voegen Stambol. Maar ik denk dat als het zo is, zoals het nu is, volgend jaar. Ja, ik hou van deze grootte. Je kunt mensen echt, ja, er zit een persoonlijke sfeer in dat festival. De hoeveelheid mensen die we ook daardoor weer gezien hebben. Ook luisteraars, maar gewoon überhaupt. Gewoon je ziet bekende gezichten na twee dagen. En ik vind dat, ik vind dat tof zalen zijn niet over, over, overvol. Je kunt praktisch alle bands zien zonder dat je eerst, weet je, tien minuten van tevoren naar binnen moet. Meestal na twee, drie nummers gaat, wordt de zaal sowieso weer wat leger. Kun je weer naar voren doorschuiven. Ik heb eigenlijk maar één band niet gezien vanwege de drukte. Maar dat was ook een band die ik niet per se heel erg wilde zien of zo. Dus ik vind de, de, de grootte van het festival vind ik heel erg tof. En ja, ik weet niet. Ik hou gewoon van de wat meer intieme sfeer die daar hangt. Dus dat uh, vind ik echt een plus. Ja, ik had het ook opgeschreven dat ik heb zeker ook. Ik denk dat ze minder tickets hebben verkocht dan in de voorgaande edities. Um, ook al was het nu wel gewoon uitverkocht. Uh, de, de, dus dat is echt heel erg tof. Want ik vond het inderdaad de juiste balans. Ik heb nergens echt heel erg beklemd gestaan. Ja. En wat ik ook erg leuk vond eraan was dat door een roosje gebouw steeds meer is dan alleen maar die twee zalen en die hal tussenin. Dus je had nu die black stage aan de zijkant. Uh, Oké, okay, daar, daar, daar heb ik geen seconde echt aan muziek meegemaakt. Ik heb daar vijf minuutjes even sfeer geproefd. En dat was misschien niet helemaal muzikaal mijn ding, maar ik vond het wel een heel leuk experiment. Dus dat was gewoon weer een andere ruimte die anders ingezet wordt. Je hebt de merch area die nu daarboven is, met de bierbar en best wel wat zitplekken wat, wat bovenin. Dus dat gebouw, dat is gewoon... wordt ja, dat gebouw wordt groter. Los van dat hij uit zijn voegen barst, wordt hij ja. groter. En ja. dat is gewoon oprecht uh, heel erg leuk. Dus qua aankleding en gevoel voelt het steeds meer als een soort van totaalpakket. En dat is echt erg leuk. Ja, als laatste maar dat is een klein puntje. vind ik de boekingsvisie wel leuk van het festival. Ergens uh, ben ik dan een beetje soms bij de bands dat ik denk van oh god, gaan we nou voor de derde keer zo'n Kneuzen band achter elkaar zien, weet je wel? Panzerfaust, Missteming en dan al. Ja, eh, is dit nou de breedte die er is? Of? Hè, dan heb je net Play en Grand gezien. En gezien. En dan zie je het na Roorcal. Dat je denkt. Ja, oké. Okay. Hebben dit nou allebei nodig? Maar ik vind het oprecht wel tof dat, dat de organisatie best wel vasthoudt aan gewoon een paar kerngenres waar ze graag in boeken. En dat ze daar nog wat zijstapjes in maken. Zonder dat ze de noodzaak voelen om elke keer het wiel opnieuw uit te vinden. En daardoor steeds weer een deel van hun fanbase van zich af te duwen. Dus ik heb het gevoel dat als je naar welke voorgaande editie van je bent gegaan. Iedereen had in principe nu ook alweer zin kunnen hebben... naar deze editie te gaan. Dus ja. je weet gewoon met Soulcatcher wat je gaat krijgen. Er zijn wat kleine verrassingen, wat kleine dissonanten af en toe. Maar ik vind het wel echt een heel consistent geboekt festival. En dat is ook gewoon heel erg leuk. We zeuren altijd als er als te weinig verandering is. En dan is er verandering en dan zijn we niet tevreden. Nu moeten we ook gewoon een keer zeggen... dit is gewoon een goed georganiseerd festival ja. met een goede visie. Consistentie inderdaad. En ja. ik, zeg, ik heb dit vaker gezegd op het festival zelf al tegen mensen. Wat niet meer op Roadburn staat, staat nu hier. En dat is wat ik wil van dit festival. Ik wil, ik wil niet per se een super vooruitstreven. Het mag wel. Het mag, je mag de zijkanten wel aantikken. Maar de kern blijft hetzelfde. En ik vind dat vet. Ik, dat mag. Er hoeft niet, niet elk festival, hoeft, uh, ja, weet ik veel, een bepaalde representatie te hebben. Of noem het maar op, weet je wel. Het is gewoon vet dat het uh, binnen relatief metal termen blijft hier. Ja. Dus dat uh, kan ik wel waarderen. Oké. Okay. Gaan we dan over naar de flops. Ja, dit was al het positieve wat ik had te vertellen over de ja, ja, nou ik heb, dan dan ik, heb alleen, <laughs> ik heb nog wel wat dingetjes erbuiten. Ik heb nog wel wat dingetjes erbuiten, weet je wel, die top zijn. Ik vond de voedselkeuzes in Nijmegen zijn altijd wel relaxed. Je, kunt ja, gewoon, je hebt echt veel opties Toen om te eten. Het leuke stad. Ja, leuke stad. De, de, de ligging van Donroosje is ideaal. Nou, laten we dan even beginnen bij de flops. Wat, uh, wat voor bands vond jij kut? Oeh, gaan we er meteen met gestrekt benen in Niels. Nou ja, goed, dat zijn natuurlijk wel de dingen die bovenaan je lijst staan, vaak. Ja. De dingen waar je voor komt en als er dan iets tegenvalt, dan is dat wel jammer. Ja, nou, ik kwam niet voor deze band. Ik ben ook niet gebleven voor deze band. Maar ik, ga toch het even, ik heb toch een appeltje te schillen: Afski. En de reden waarom ik dat even wil zeggen is dat die band doet in principe niet heel veel fout. Maar dat is misschien ergens ook het probleem, omdat die band gewoon zo pijnlijk standaard is. Dat je erbij staat te kijken en dat de tijd gewoon heel traag voor voortbeweegt. Want je verveelt je gewoon stierlijk. En daar in, in, in de hoofdzaal was het gewoon vol. Volgens mij was het net zo vol ja. bij Cult of Luna als dat het was bij Afski. Zeker ja. op de vrijdag was het bij geen enkele andere band drukker dan bij Afski. En dat was volgens mij om zes uur s avonds of zo. En ja, ook tijdens eten. Dat ja, je denkt, wat? Ik, ik kan <laughs> gewoon niet begrijpen wat mensen zien in deze magere band. Het is gewoon mager. Ze hadden gewoon banjootjes, of ik noemde het shirtaki muziek, van een bandje. Dus het enige sfeer van die, van die muziek, komt van een bandje. Voor de rest knallen nog de meest generieke postblack riffs er doorheen en wat geschreeuw. En dat noemen we dan muziek. Nee, dank je. Afsky is gewoon echt fucking derivative. En iedereen die daar luistert, hè, je kan beter. Ja, ik moet zeggen dat het op het podium ook niet per se ervan afspat, of zo. Nee. het was, uh, ik, ik hou wel, ik vind dit wel een leuke band, hoor. Ik, 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 ik kan daar prima naar luisteren, maar ik heb dan ook minder snel problemen met bands die minder origineel zijn. Uh, maar ik kan het wel beamen, dit was wel niet per se wat ik ervan had gehoopt. Dus ja, uh, ja mee eens. Kijk, en, en ik vind het prima als mensen dat leuk vinden hoor, dat doet de fan niet toe. Maar als je mij vragen van, dacht ik, ja jongens, toch, kom op. Waarom staan hier nou het meeste mensen van het hele festival? Ik vond dat, dat, dat vond ik gewoon een beetje moeilijk te verteren. Ja, ja, mee eens. Ik had Plebian Grandstand. Oh hoe. Dat had één reden, Pim, en dat weet je ook. Dat was gewoon het, het kutste geluid van het hele festival. Ik weet ja, niet wat daar mis ging. Onver onverklaarbaar kut was het. Eh, ja, het was de hele set lang een mix waar je geen reet van, van snapte. De zang stond te zacht. De gitaren waren zacht. amper hoor hoorbaar. De, 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 de drumstel stond te hard. Het, was, het, was, het ging all over the place. Ik weet het niet. Dus uh, dat was extreem zonde, want die, die, die band die toert niet zo heel vaak. En, en er was ook niet heel veel echte dissonante, dertige, blekkerige, moeilijke, verteerbare muziek te vinden op het festival. Plebeian Grandstand was daarin volgens mij best wel uniek. Die combinatie van dingen wil je zo'n band zien. We dus zo'n, ja, toeren nooit en het is een interessante band. En dan valt het zo tegen en dat is kut. Ja, ontzettend jammer. Ik had nog wel wat andere dingen. Ik wil, ja, wil ik toch wel even noemen. Mag ik heel even nog één puntje van ja, band? Ja, druk hem even. Oké, okay, nou even dan de doorheen drukken. Uh, de de niet-veranderende show van Cult of Luna. Oh, wat? Ze speelden een hele andere setlist. Ik herken nee. de helft van de nummers niet. Ja, dat komt omdat jij geen nieuwe muziek meer luistert omdat je dertig <laughs> bent. Dus het, uh, het probleem met Cult of Luna is dat ze niet zo heel vaak toeren. In de zin van zij zijn een part-time band. Dus zij toeren, denk ik, drie weken van het jaar of zo, als ze allemaal vakantie hebben en dan doen ze af en toe nog wat uh, festivaletjes in weekenden daarnaast, maar dat betekent dat ze eigenlijk voor een albumtour één productie maken, want ze hebben wel een, een stageproductie die best wel groot is voor de omvang van de band. Mm. Uh, dus een, een op, afgestemde lichtshow, de setlist uh, is, is, ja, hè, die wordt dan afgestemd op die, weer met die lichtshow, de, de, de podiumaankleding. En dit is de derde keer dat ze door Europa toeren op deze plaat, en dat is in Hedon zwolle, in Tivoli Vredenburg en nu op uh, Sokkerusser identieke show, geen andere setlist veranderingen, niks. Het is mm. gewoon de identieke lichtshow, identieke setlist, niks veranderd. Ik, ik wil dat die band onder andere eens wat anders gaat doen. Ze hebben nu weer twee albums gemaakt, waarvan ik zeg, oké, okay, weet je, ik ben ik, ik, ja, ik ben fan, ja, ik luister het toch wel, maar please, doe iets anders een keer. Het is, het is tijd voor verandering. Oké. Okay. Desalniettemin, show van de fucking dag. <laughs> <laughs> ik, uh, ik vond het wel leuk. Ik had het gevoel dat ze juist, ik vond, het, ja, ik vind het juist wel leuk dat 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 die band gewoon altijd best wel leunt op nieuw materiaal. Dat ik het voel dat ze nog steeds wel goede albums maken. Maar goed, ja, ik snap dat als je inderdaad voor de derde keer die band gaat zien in twaalf maanden. En je ziet gewoon drie keer hetzelfde. Ja, dan, dan word je als hardcore fan niet per se bediend. Nou ja, weet je, ik hoef niet per se een heel nieuwe lichtshow voor whatever. Maar gooi er even een keer een ander nummer tussendoor. Dit was gewoon letterlijk dezelfde ja. setlist. Er waren een paar nummers tussenuit gehaald. En dat waren misschien ook nog wel de interessantere nummers. Want mm. die kwamen van de eerste twee platen die ze eigenlijk nooit live spelen. Ja. Maar omdat ze natuurlijk een festival set hadden, ze minder tijd. Dus ja, Helaas. goed. Anyway, genoeg daarover gezegd. Let's move on. Uh, wat waren andere dingen die jij nog eventjes wilde noemen? Ja, de enige ding die ik kon noemen qua bands was... Ik denk dat Uitgebluste Black dan een beetje een soort van... gemene deler is. Dat Afski had ik al genoemd. Maar ik vind Alcest was ook echt... Oh my god, die gasten hebben er zo geen zin in. En sleef vond ik ook echt heel dik tegengevallen. Terwijl ik heb ze nog nooit... Gezien dat ze vond dat ik ze vond tegenvallen, maar ik vond deze keer vond ik het echt tegenvallen en dat is dan ook zeg maar echt een black metal band van vroeger, die nu dan gewoon wat meer dead rock maakt. En dan denk je, ja, ik weet niet, het, het zat er gewoon even niet lekker in uh, die show, dus uitgebluste black in, in de brede zin uh, was nogal oververtegenwoordigd op deze editie. Als je het mij ja, ben ik het 100% mee eens. Ik heb en ik vind het een vette band, maar live. Het, ik, ik zei het al tegen je in de zaal, dit is de kist van, van de van de van de metal. Ja, ik vond het een beetje cynisch, hmm, ja. Je merkt ook wel dat ze niet hun beste show hadden. Ja. Ze kregen niet per se de, de ontvangst van het publiek die ze hadden gehoopt, denk ik. Want het publiek was vrij stil. Ja, ik weet het niet. Ik had, ik, ik had het een beetje zo van... Yeah, let's rock met R-A-W-K. Weet je wel? Dat, dat gevoel <laughs> kreeg ik heel erg bij die band. Ja. Dus uh, daar ben ik het helemaal mee eens. En uh, Alcest, die band heeft spijt dat ze ooit een black metal album hebben gemaakt. Dat zie je aan alles. Ja. Het is, het is, het, die band had gewoon een showcase band moeten zijn. En altijd hadden ze dat moeten zijn. Ze hadden nooit een black metal album moeten maken. En ze hadden nooit op metal festivals moeten gaan spelen. Ja. Dat zie je gewoon heel erg aan die band af. Dat gezegd hebbende, wat waren dingen buiten bands die je misschien uh, minder tof vond? Oh, ik heb niet daar per se heel veel buiten dan de underground in Nijmegen om. Uh... Ja, ik heb nog wel een paar dingetjes. Oh, maar... nou Niels Schrijver, appeltjes schillen dan. Ja, je kan hier niks in doen, maar... Wat ben je weer negatief dan, hé? Hey? Nee, 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 nee. Oké. Okay. Dit is constructief, constructief, <laughs> constructief allemaal. Constructief feedback. Hier kun je iets mee doen volgend jaar. Het is actioneerbaar. Ja, uh, geforceerd overnachten door de schema-swap van Belzebong <laughs> en Ash Ik ja, moet het even noemen, dat was echt dat? kut. Ja, dat was Ash schuld. Dus nou, dat. dan kun je niemand, daar kan ik de organisatie niet op aankijken. Daar kan ik niemand op aankijken. Alleen ik moet wel zeggen, ja, ik heb hier gewoon serieus 80 euro lopen wegknallen voor een, voor een, een hotel overnachten om één band te zien. Ja. Ik vind dat wel kut. <laughs> het doet best wel pijn. Daar heb ik ook veel andere dingen voor teruggekregen. Maar desalniettemin, ik wil het wel even noemen. Dat vond ik wel echt kut. Ik vond dat. Het Weinig zitplek was. Ik zie dat ze eraan werken. Ik zie dat ze echt hun best doen om meer zitplekken te creëren. en Dat ze niet alle logistieke opties hebben in Doorn Roosje. Je hebt natuurlijk beperkte ruimte. Maar ik zou het wel fijn vinden als ik gewoon, als ik even tussen twee bands in ben, ergens kan zitten. Hmm. En dat heb ik eigenlijk slechts één keer of zo kunnen doen op een vrije stoel. En de rest van de tijd was alles bezet. Ja, het is ook een beetje, denk ik, vroeger hadden ze daar waar nu dan die blackstage was. Hadden ze daar ook nog best wel wat zitplek, maar dat was op zaterdag. Was dat nu ook gewoon in gebruik? genomen. Ja, ja, ja. Dus, dus dat dus maakt uh, het wel lastig. inderdaad. Ze proberen het wel echt. Want in de hoofdhal waar je binnenkomt, hebben ze ook zo'n zithoek gemaakt voor die, uh, voor die trap naar beneden. Uh, dus dat was volgens mij ook nieuw, of in ieder geval groter dan vorig jaar. Dus ik zie wel dat jullie eraan werken, maar ja, ik, ik weet niet. Ik wil soms gewoon even zitten. <laughs> Opa heeft af en toe ook even rust nodig voor zijn rug. En dan als tweede uh, het stempelsysteem. Waarom niet gewoon wristbands? Doe gewoon fucking wristband. Ik heb vijf stempels op mijn arm moeten nemen. omdat ze allemaal aan het veden waren. Ook door die kutregen natuurlijk. Maar en, en nu heb ik, gewoon, ben ik drie dagen later. en ze staan er nog steeds op. What the fuck? Op het moment dat je ze nodig hebt. kun je ze niet zien. En dan ben je drie dagen verder. en dan heb je gewoon een permanente tattoo op je voorarm staan. Nou, hartstikke fijn. Ik zou graag wristbands willen. Veel makkelijker. Hoef je ook niet twee keer in de rij. Kun je gewoon voor een heel weekend een wristband halen. in plaats van twee dagen achter, achter elkaar. Dus dat zou ik relaxed vinden. Kleine, kleine smet verder. Dus dat? Prima. Goed. Nou, dan de underground. Even snel. Ja, wat wil je dan maar over kwijt dan? Ja, ik, ik vond het vet. We zijn naar de underground. Even dat jullie weten. We zijn naar de, de, een club. Een van de indie club. Dat was <laughs> ja, de enige optie die we nog hadden. <laughs> ik weet niet of je de club kan noemen. maar... Ja, nou ja, het was een bunker. Ja. Waar ze geen underground muziek draaiden, overigens. Uh, in ieder geval, het was een soort van, van de grondse club. Waar we nog, nog heen konden. nadat uh, vrijdag Ash klaar was. Daar zijn we nog heen gegaan. Nou, uh, wat was de flop, Pim? Nou, het was gewoon één grote flop. Want ik, ik dacht: oké, okay, ik ga even kijken of ik een soort van cat de Cat House van Nijmegen kan ontdekken. Eerst dacht ik, ik ga nieuws meekrijgen mee naar een technofeest. Maar er is geen techno in Nijmegen. Nee, dat had ik ook zeker niet gedaan. Overigens. Nee, ik, klopt. Ik, ik, ik moest ook wel realistisch zijn. Dat ik wist dat ik jou niet. Ik kon jou niet overal mee naartoe nemen. Dus ik had je al een beetje gepijld. Van hè, wat is de, de, de afterparty? Uh, daar was ik al een beetje aan het plannen. was ik meer mee bezig dan het festival zelf. En ik dacht, nou, ik moet even play my cards right. Ik kan niet zomaar even verwachten dat Niels nog een half uur door de regen gaat lopen naar de Merlijn voor een of ander obscuur feestje. Nee, het moet even in de regio makkelijk, gratis. Niet al te veel plebs om hem heen. Zoals laatst in, in Bokstel, het hart van Bokstel. Dat gaan we dus gewoon niet doen. We gaan het nu gewoon even wat beter doen. Dus, nou, oké, okay, wij naar de underground. Dat was gratis en er was niemand. Dus het was heel rustig. Dus het was heel erg ontspannen was het daar Niels. Ja, daar, ja daar kwam, gaandeweg kwam er wel wat volk binnen. Ja, en de volging ging ook meteen weg. Toen was dat, waren was, daar. Daar. dat was de top. Oké, okay, Ik wil even de top noemen. Wat, okay. wat, wat jullie moeten weten. Het dit was het spelen van de Rennekracht. Dit, dit was een club waar je verzoeknummers kon indienen. En uh, het, het idee was dat ze een beetje indie en, ja, ik weet niet, uh, ja, Een beetje de wat alternatieve muziekkeuzes. Niet te hard, het moet allemaal zeker niet te veel gitaren hebben. Maar het, het was een beetje Team hè? Ja. Het, het, een beetje dat kaliber, zeg maar. Nummertje Lizzo. En als ja. het toch popmuziek moet zijn, dan Lizzo. Ja. Of uh, Britney Spears. Britney Spears, toxic. Ja. Banger. Fucking ja. banger. Straight up banger. Nou, <laughs> dus wij kwamen binnen. En toen dacht ik: oh. Ik ga even een plaatje aanvragen. Ik loop naar die DJ. Ik sta daar gewoon met mijn bier. En ik, pak, ik, ik leun zo over die rand heen. En het eerste wat die DJ deed was zijn hand tegen mijn glas bier aanhouden. Zo van: jij gaat niet over mijn peperdure set heen spelen met je bier. Terwijl ik nog helemaal niet zoveel had gedronken. Ik was nog redelijk normaal. Maar goed, dat was al, was al heel duidelijk. Die gast die stond er al langer volgens mij. Die had al vaker meegemaakt. Uh, dus ik zo, nou ja, uh, hebben jullie de hives? En hij zo, oh ja, dat ken ik wel. Nou. Ik dacht al meteen, dit is een fucking ges dit is een geslaagde avond. Meteen uh, Heet de Seetoljus zo gedraaid, het tweede nummer dat gedraaid werd toen we binnen stonden. Helemaal vet. Die tent meteen voor de helft leeg. Ik bedoel, er liepen twee mensen weg, dus toen, daarna was het voor de helft leeg. Maar toen kwam er op een gegeven moment kwam er steeds meer volk bij en bij en bij en bij. En toen hadden we een wedstrijdje, Pim. <laughs> wie, wie de kutste plaat kon aanvragen waardoor mensen gingen weglopen. En ik had gewonnen. Je hebt duidelijk gewonnen. Ik had duidelijk gewonnen, want al jouw platen die jij wilde aanvragen. Komt wat er overigens niet wel echt gewoon serieuze booty shakers waren. Ja, <laughs> ja, dat waren wel gewoon... zikke platen. Maar ze kwamen gewoon woont, niet doorheen. Hij, hij wou het gewoon niet draaien. Nee. Want hoe kun je Jean-Paul nou niet draaien? Ja, Chanel Paul. Chanel Paul is Nou, uh, ik had uiteindelijk gewonnen met Prodigy. Uh, Voodoo People en dan de Pendulum Remix. Dus die is lekker uh, met zo'n extra dikke drumset aangesterkt. Ja, dat was gewoon super dik. Maar de 20-jarige plebs mochten er niks van hebben. Dus die, uh, die gingen weg. Dus dat. Ja, en voor de, voor, voor de rest moeten we, denk ik, maar gewoon verwijzen naar de instatories. Ja. We hebben daar heel hard staan werken, twee uur lang. Om Just. er nog iets van te maken. Maar ik zou zeggen: als je ooit in Nijmegen bent. Kijk, je mag best een Osmium-sticker plakken in de wc van de Underground. Maar ik zou daarna ook meteen weer weglopen. Nou, dat is sowieso. Ik wil nog even de Hostel Architecture op de Play van uh, de, van de <laughs> Underground benadrukken. Want de play, serieus, de pisbak was. Ik denk, ik denk dat die pisbak. Nou, misschien wel vijf meter breed was of zo. Misschien. En dan zat een bierhouder boven. Helemaal in het midden. Die letterlijk tien glazen bier kon vasthouden. Dat vind ik dus Hostel Architecture. Oké, okay, let's move on. Dat was Soulcrusher, denk ik. Nog algemene ja. indrukken waar we even iets over vonden. Ja, plus toch? Gewoon, gewoon plus. Ja, het was gewoon plus. Het was gewoon leuk. Het is altijd leuk op Sokers. Volgens mij staan we bij elke editie staan we stil. Omdat we bij elke editie er zijn. En dat is elke keer is het gewoon onminwaardig. Dus, nou ja, toch maar weer gewoon even een mini-verslagje ervan. Ja, precies. Nou. Uh, inmiddels 38 minuten uh, onderweg. Lekker. Laten we dan maar naar het hoofdonderwerp gaan. <laughs> Kunnen we het niet nog even snel dan je rassen? Ja, dat moet dan maar. Nou, heruitgaven. Oké, okay, uh, ik zal het even insousen. Ja, vertel even hoe het zit, Niels. Nou ja, goed. Uh, de de insousing is denk, denk ik redelijk rap afgerond. Het is namelijk zo dat we de laatste tijd... zien we nogal veel heruitgaves van albums. En dan bedoel ik zeg maar... de 10-year anniversary edition... of de 20-year anniversary edition... with bonus tracks of whatever de the hell dan ook. Of remaster of... Nou ja, er zijn allerlei vormen waarin dit komt. En het lijkt wel alsof het de laatste tijd een beetje zo is dat er steeds meer van dit soort heruitgaven worden gedaan. Je ziet dat pens steeds vaker een beetje lijken te teren op nostalgie. Of in ieder geval proberen om nog een soort van tweede leven uit hun eerdere werk te halen. En ja, daar vinden wij natuurlijk wel iets van. Maar uh, laten we in, in eerste instantie even uh, 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 ja, beginnen met: Hebben wij eigenlijk? Heb jij heruitgaven, Pim? Ja, ik. Toen jij dat er net zei, heb ik even in de kast gekeken. En ik heb er eentje, volgens mij. Namelijk de Poacher Diaries uh, split van Converge. Die hebben ze vorig jaar of twee jaar geleden zelf nog uitgebracht. Uh, en dan niet het de, de, deel van de Agrophobic het deel van de split, hebben ze dan niet uitgebracht. En die hadden ze dan heropgenomen, of in ieder geval uh, een beetje opnieuw gemixt, van Kurt Blue. En op een LP'tje geknald en vervolgens hoor je daar vervolgens hoorde er niks meer over. Maar uh, ja, die LP heb ik. Ik had de origineel, had ik ook al. Maar ja, voor converts doe ik vaak een stapje, zet ik een stapje extra. Maar nou ja, anyway. Ik moet zeggen dat ik aanvankelijk ook een beetje cynisch was over, over of dit nou een interessant onderwerp was. Inmiddels ben ik er zeker van overtuigd dat het een interessant onderwerp is. Want ik dacht, dan, ja, Niels, jij zegt nou wel dat jij overal heruitgaven ziet, maar is dat wel zo? Maar om eerlijk te zijn, vorige week had Touche Amore had dus ineens een post op hun Insta gezet... waarin ze uh, Is Survived By, geloof ik, een derde album, ja, ja. opnieuw gingen uitbrengen... En toen dacht ik, ja, Jezus man, heeft dit album een heruitgave nodig? En dus toen was ik eigenlijk gewoon weer meteen helemaal aan boord met waarom dit een urgent onderwerp is om te bespreken. Dus ja, heruitgave. Ik vind, het is inderdaad zo dat er een sterke toename is in heruitgaves. En ik ben er zelf niet mega positief over. Maar ik denk als we zo meteen de feiten op een rijtje zetten, waarom doet een band dit? Dat het eigenlijk moeilijk is om daar als muziekliefhebber iets op tegen te hebben, eigenlijk. Ja, ja inderdaad. Want laten we beginnen met eigenlijk wat het punt is van, van een her heruitgave. Waarom zou je als band je werk opnieuw gaan uitbrengen? Ik kan wel een aantal dingen verzinnen. De eerste die in me opkomt is eigenlijk een verbeterde geluidskwaliteit. Weet je, het, het heruitgeven van een plaat is vaak bedoeld omdat je misschien ontevreden bent als artiest met je eerdere, eerdere opname. En dat toch een beetje aan wil schaven. En muziek heeft de unieke kwaliteit dat je iets eigenlijk min of meer een soort van opnieuw kunt uitbrengen. Um, en, en, en daar ja, eigenlijk niet heel veel voor hoeft te doen. Je, je kunt eigenlijk gewoon met wat je hebt, kun je door aan een paar knoppen te draaien en misschien een paar schuifjes omhoog te zetten, kun je misschien een andere beleving van een album creëren. Uh, zoals je het misschien tien jaar geleden niet kon of wilde, of misschien zelf gewoon niet doorhad dat dat, dat dat beter was zoals je het nu hebt gedaan. Um, dus, dus ja, verbeterde geluidskwaliteit kan wel een reden zijn om een album opnieuw uit te geven. En ik zit dan te denken aan met name platen die in de 90s zijn opgenomen, denk ik dan. Um, want de, de, de opnamekwaliteit, of de, ja, zeg maar de, de, de mogelijkheden op technisch gebied. om opnames op te poetsen en beter te maken. die zijn gewoon ontzettend veel groter geworden in de laatste twintig jaar. Sinds de soort van digitale revolutie, zullen we maar zeggen. Dus ja, um, dat is ook meteen. Um, meteen dan uh, een, een goede reden om iets wat je in het verleden hebt gemaakt... misschien net in een soort van definitieve versie te gieten, zou ik zeggen. Dus dat kan een reden zijn, Pim. Ik weet niet of je daar... Ja, heb je daar een, een opmerking over of zo? Uh, vind je, of heb je zoiets van, ja, dat is prima als een band dat doet? Nou, ik heb de optie, ik er op zich... Ik zat inderdaad over na te denken van... Oké, okay, ben, ben, ben je als fan van een band teleurgesteld als een band een heruitgave maakt, in principe niet... als je ook nog gewoon naar de oude versie kan luisteren. Hmm, dus ja. ik, ik weet ook niet helemaal nog... voor wie die heruitgave nou precies is. Als, die, als, als je nog steeds naar het origineel kan luisteren... omdat je die zelf al hebt gekocht... of omdat die gewoon nog steeds op Spotify te luisteren is... dan zie ik het probleem niet helemaal. Het is ook een beetje soort van, voor wie is dat? Want voor de mensen ja. die die, die plaat al kenden... Vaak is het zeker in ons jaren niet per se de bedoeling of een vereiste dat het nou zo geweldig klinkt. Dus het is heel erg leuk dat jij als artiest misschien denkt van... ...goh, ik had dit nu anders opgenomen. Ja, prima. Maar wij hebben dat album al tien jaar lang, luisteren we dat... ...en kennen we het in die vorm en zijn we ervan gaan houden in die vorm. Dus je kan er nou ineens helemaal een andere flair aan geven. Maar ja... Zijn wij, hebben wij zin? Heeft de fan zin om dan die confrontatie met die muziek opnieuw aan te gaan? Wij kennen die muziek al, dus ons win je er niet mee. Maar wat misschien wel positief kan zijn, is voor nieuwe fans. Die misschien een bepaalde ja. Ja, productiestijl misschien niet helemaal kunnen waarderen. Of niet snappen uit wat voor tijd het kwam. En ook wat jij daarnet zei, of wat je zei afgelopen weekend bij Ensleeft. Toen zei je tegen mij, van, ja, weet je wat nou het probleem is van Ensleeft? Ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen in de discografie. Ja, en ja. het is heel duidelijk dat mensen die nieuwste albums dan niet per se het meest cutting edge en sleeved vinden. Maar welke plaat van de 20 zet ik dan aan? En, en waarom zet ik die aan en niet een van die andere 19 die er dan nog over zijn? En misschien is het op deze manier gewoon heel mooi om. Inderdaad, als band een album wat aan te stippen uit de geschiedenis en te zeggen: Jongens, dit is gewoon een toffe plaat. Dat je gewoon, je hebt gewoon een alibi. Je hebt gewoon een mooi instapmoment om fan te worden en te duiken in de discografie van een band waar je misschien pas sinds kort mee in aanraking bent gekomen. Ja, absoluut. En bands doen ook vaak hun meest ja, prestigieuze album. Yeah. Uh, zo'n behandeling geven, een remaster, weet je wel. Yeah. En, en, en een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Sunbather van Def Heaven. Die kreeg nou een 10-year anniversary edition. Ik denk niet dat die plaat het nodig heeft overigens. Ik denk dat die plaat prima klinkt en nog steeds tien jaar later uitstekend beluisterbaar is en ik heb absoluut niet de behoefte om daar een nieuwe productie laag overheen te krijgen. Maar goed, dat, ja, dat zijn inderdaad uh, wel, dat is wel een, een landmark album voor hun, dus ik snap wel dat ze die uitkiezen om dan uh, opnieuw uit te brengen. Ja, en wat, wat je ook wel kan doen is je kan ook albums juist weer wat meer aanstippen. Die, waarbij je als artiest misschien het gevoel hebt dat hij wat relatief ondergewaardeerd is. Dat je zegt ja. Jongens, dit album, St. ze Gaat Saint Enger met nieuwe snergeluid opnemen. Zouden nou. mensen het dan ineens wel tof vinden of zo? Dat weet ik even niet. Maar misschien kan je het gebruiken, inderdaad, om juist een beetje een, 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 een album weer opnieuw onder de aandacht te brengen en zeggen van jongens, misschien, hè, met, met de oren van vandaag klonk het zo slecht nog niet, als je het net even op deze manier presenteert. Ja, dit is eigenlijk altijd fanservice. Dit, je gaat niet ja. per se nieuwe mensen winnen met een heruitgave van een album. Weet je, de, ik, ik, ik denk niet ineens van. Nou, ik heb uh, Def Heaven al tien jaar niet geluisterd. Maar nou, weet je, nu de Sun beter 10-year uh, anniversary edition uitkomt. Nou, ga ik het wel even checken. Ik bedoel, dit is puur fanservice voor de mensen die de band al kennen. Of inderdaad, mensen die misschien later zijn ingestapt in, in de discografie van een band. En dan ook terug zo'n discografie kunnen induiken op een aangename manier. Um, een goed voorbeeld is volgens mij die plaat van uh, At the Gates. Uh, Slaughter of the Soul. Slaughter of the Soul, ja, natuurlijk. Uh, Slaughter of the Soul die heeft laatst nog, of ik geloof een paar jaar geleden, heeft hij een uh, Full Dynamic Range Treatment gehad. Want dat was natuurlijk een best wel gecomprest album. En uh, ja, die uh, opname is geweest in uh, de jaren negentig, meen Ja, ik? begin dus, jaren negentig. Ja, dus da dan kun je wel echt veel meer. Dus het... het, 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 het het unlockt voor mensen ook, of artiesten ook, de, de mogelijkheid om gewoon je visie te kunnen verwezenlijken van hoe je hem toen had, door de technologische vooruitgang die in de tussentijd heeft plaatsgevonden. Dus ja, ik kan me wel voorstellen, zeker als je echt een oud album hebt, dat je dit zou willen doen. Dus uh, voor je fans dan, hè. Ja, niet per se voor nieuwe mensen. Ja, overigens nog even een kleine VAR. Ja. Dit was het vierde album van At The Gates, maar ik snap het sentiment. Uh, ik zei niet dat het de eerste plaat was. Oh, ik dacht dat je zei de debuutplaat. Nee, ik zei het meest okay. bekende plaat van... Oké, okay. nee, dat is, zeker, dat is zeker de bekendste plaat. Nou, hartstikke mooi, daar heb ik niks van. Nou ja, aan. die drie albums ervoor doen dat toch ook niet toe, of wel? <laughs> nou ja, dus hebben we... Wel, die eerste is het... Nou ja, anyway. Dit is niet een, een At The Gates podcast, <laughs> maar... Nou ja, wat, wat ik me nog even wil afvragen, Niels... en ik ben ja. benieuwd wat jij ervan vindt, is... is dit een nieuw probleem of worden we gewoon oud? Want eh, mijn gevoel is dat... dat dat het heruitgaven van muziek eigenlijk gewoon al decennia aan de lopende band gebeurt. Maar het gebeurde bij bands die een hele lange geschiedenis hadden. En wij luisterden vooral naar jonge bands. Toen wij jonger waren, die nog niet die lange geschiedenis hadden. en dus ook niet per se de middelen hadden om een heruitgave te doen. Maar Sunbader bestaat nu dan hè, als album 10 jaar. of Vertical van Cult of Luna. En nu hebben wij gewoon. luisteren wij al gewoon naar bands. Ja. Sinds de demo. luisteren we nu. Hè, zijn ze al bij album 6. ze hebben ze al 15 jaar, 20 jaar bestaan ze. en kunnen ze inderdaad ineens. Hè, zijn ze ineens een ander tijdperk. Want ja, de tijd is inmiddels gewoon verder vooruit. En dat. En dus. ja. Wij zijn gewoon oud nieuws. Dit is niks nieuws onder de horizon. Ja, dat klopt. Daar ben ik het mee eens. Maar ik denk dat er wel een, een, een subtiliteit in zit. Want ik denk niet... Ja, dat, dit, nou, dit kan misschien... Hier kan ik gigantisch wat mee op mijn bek gaan... want ik heb hier nul research over gedaan. Maar ik, ik kan <laughs> dat me, me niet voorstellen. Niet. Dat <laughs> doen we sowieso al inderdaad heel weinig. Dus dat is prima. Maar... Um, ik kan me niet voorstellen dat bijvoorbeeld de Beatles na tien jaar al een soort van. De definitive Ultimate Collector's Edition <laughs> van Abbey Road uitbrachten. <laughs> ja. dat, dat, dat duurde dertig jaar of zo voordat het kwam. Nee, klopt. Ik weet niet. Ik, je hebt gelijk. Ja, het gebeurt vaker. Maar ik denk vooral dat het echt. Echt sizable albums waren. En ook echt dingen die, die gewoon. Ja, een soort van. Een Greatest Hits Package, zeg maar. Weet je wel, met de hele. De Ultimate Collector's Edition van bla 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 bla. bla. Yeah. Dus ik, ja. Dus ik weet niet. Het, het begint inmiddels een beetje. Vormen aan te nemen die een beetje neigen naar cash grabs, voor mijn gevoel. Oké. Okay. Ik, ik weet niet per se of dat het allemaal met de beste intenties wordt gedaan. Ja. En ik denk dat daar misschien. Laten we even een stapje terugnemen en even gaan bekijken waarom er dan zoveel heruitgaven zijn. Want als je het fout. Dat is natuurlijk vanuit het perspectief van de artiest bekeken. Want waarom doet, waarom doet een band of een artiest nu een heruitgave? En ik denk dat er een aantal dingen zijn te noemen die. Verklaren waarom er zoveel heruitgaves zijn deze dagen. Ik denk ten eerste dat financieel gezien artiesten het lastiger hebben dan ooit. We hebben het hier in andere afleveringen over gehad. Het financieel uitknijpen van bands is nog altijd gaande. De inflatie is gigantisch. Het is steeds moeilijker om geld te verdienen met muziek of kunst in het algemeen. Touringprijzen worden hoger. Geen inkomsten meer van fysieke media. Of fysieke uh, CD's. Noem het maar op. Dat soort dingen. Streaming verdien je geen hol aan. Dus je moet toeren om geld te verdienen. En dat is ook duurder geworden. En concertkaartjes worden duurder. En biertjes worden duurder. Dus er komen misschien wel minder mensen naar concerten toe. Bla bla bla. bla. Zalen hebben een merch cut. Juist allemaal dat. We hebben het natuurlijk in het verleden allemaal als eens een kerentje verteld. In deze show. Maar het is gewoon echt zo. Ik denk dat bands echt manieren moeten vinden. Om geld te verdienen. Buiten dat ze zeg maar. Tien maanden van het jaar op tour gaan. Want heel veel bands kunnen dat gewoon niet. Zelfs als ze tien maanden toeren... zijn ze nog steeds niet profitable. Dus ja, ik weet niet per se. Ik kan niet zeg maar heel erg hard haten op een band die denkt, nou, als de fans ervoor willen betalen, dan doe ik wel iets voor die fans. Snap je? Dus dat zou voor mij een reden kunnen zijn als artiest om een een, ja, een plaat opnieuw uit te brengen. Je hoeft niks opnieuw op te nemen. De kosten om zo'n ding te doen lijken me vrij, relatief laag. Oké, okay, je moet een nieuwe vinyl drukken. Dat is vaak wel kut, want het duurt zes of zeven of acht maanden voordat je een keer in de beurt bent. Ja, maar Omdat... je weet van tevoren wanneer je 10-year anniversary ja, aankomt. Dus je kunt, dit kunt dit dat je gewoon inplannen. Je, letterlijk, ja. ja, precies. Ik denk dat Psycho Sinner nu al eens aan het reserveren is bij al die <laughs> pr pressing plans, want die moeten zeven albums in een 10-year anniversary edition gieten. Maar goed... Um, ik denk dat dat op zich een, een begrijpelijke reden kan zijn... waarom een band iets opnieuw zou uitbrengen. Um, daar heb ik op zich ook niet per se zo heel veel moeite mee. Maar ik vind, waar ik wel een beetje moeite mee heb... is dan wat er dan precies gebeurt in zo'n 10-year zo anniversary edition. Maar daar kom ik misschien ik nog wel even op terug. Mm. Want ik denk dat de volgende reden is misschien interessanter... om eerst eventjes aan te halen. En dat is eigenlijk um, nostalgie. En ik denk dat nostalgie... <laughs> dit is echt de stomste zin die ik ooit ga zeggen. Nostalgie is hotter dan ooit. <laughs> ik denk echt dat er in de laatste jaren een, een, een toename is in, in nostalgie of de liefde voor oude dingen. En misschien is dit inderdaad omdat ik zelf ouder word. Misschien is het omdat ik juist geïnteresseerd ben in dingen die nu eigenlijk op een punt zijn dat ik kan gaan zien dat er nostalgie plaatsvindt. Maar ik, ik denk dat nostalgie heel veel doet, uh, en zeker de laatste vijf jaar in muziek. Wil je daar alvast op reageren of moet ik even gewoon een hele nou, brain dump doen hier? Nee, we gingen, we gingen het, eigenlijk hadden we afgesproken dat we het gingen reserveren voor een toekomstige aflevering. Nou, dat, dat klopt. Maar in... ik heb hier wel kort iets over te zeggen. Oké, okay, maar ik, ik ben het ermee eens. Want, want een van de show notes die ik had genoteerd, was: was het echt zo goed als je je herinnerde? Dus we hadden bijvoorbeeld, stonden we afgelopen weekend bij de Cult of Luna Merch table. En jij hebt een shirt gekocht met de, de artwork van Vertical erop. Ja. Maar ze hadden daar ook de vertical 10-year anniversary-doos uh, die 60 euro was. Mm -hmm. Hadden ze daar liggen. En toch ja vet, want ik, ik, ik vind Vertical vond ik destijds gewoon echt een heel vet album. En dus ik dacht, nou oh ja, ik heb die plaat nog niet, dus ik heb er heel even over nagedacht. Maar eigenlijk toen ze bij die live show nummers speelden van Vertical, dacht ik eigenlijk dat die nummers gewoon minder goed klonken dan de nummers van Dante Veer. Terwijl toen er Dante to Veer uitkwam, was ik al een beetje voorbij Cult of Luna, of een beetje uitgekeken op, op die band. Maar eigenlijk als je ze side by side hoort uitgevoerd, dan denk je ja shit, dat, die nummers van Dante Veer, dat is eigenlijk gewoon een betere band dan Vertical. Maar toch. Ben je ergens geneigd om 60 euro uit te geven aan Vertical en heb je de nieuwe Adult 4 niet eens in je platenkast liggen? Dus ja, was het wel echt zo goed? En dat is ergens een soort van. Ergens is dan inderdaad, heb je ergens in je achterhoofd gewoon een soort van nostalgiegevoel? Want je, je weet precies hoe je zelf nog voelde toen je een bepaalde band ontdekte en toen het nieuw was en dan een nieuwe introductie. Dat komt altijd veel harder binnen. Maar ja, het is eigenlijk ook niet helemaal eerlijk om. Om, om daar vanuit te gaan. En ik denk dat het eigenlijk wel mooi is als bands daar hun gewin mee doen. Dat ze van, joh, vinden jullie dit inderdaad zo'n goede plaat? Prima, geef maar 60 euro uit als je wil. Mag gewoon. <laughs> ja, dat ze dan ja. toch zo financieel lastig is. Als je mij toch niet een nieuwe LP aangesmeerd krijgt dan Dante vier die heb ik namelijk niet. Nou ja, als er een sukkel 60 euro betalen voor een lame, uh, heruitgave van Vertical met een paar demo's erop. Prima, get ja. it how you get it. Ja, ja. Ja, oké. Okay. Uh, ja, w dat haakt eigenlijk terug op van wat ik net zei. Van ja, inderdaad, als er iemand voor wil betalen, nou, waarom niet? Ja, je mag gewoon. En ook mag. als je gewoon het oude materiaal nog kan luisteren op Spotify, want er staan er gewoon drie versies van dezelfde plaat op Spotify. Dan is iedereen gewoon even goed uit. Kom ik dadelijk op terug. Oké, okay, ik uh, wilde nog eventjes een ander uh, punt aanhalen van uh, waarom er zoveel heruitgaven worden gedaan. Dat is dus die no nostalgie-discussie. En dit is een onderwerp dat heel groot is, dat kunnen we misschien ooit nog wel eens een keer wat, wat meer uitvergroten. Maar ik denk dat er de, de boom in nostalgie, om het zo maar te zeggen, een beetje te maken heeft met het feit dat wij... En ik noem nu even, ik trek jou even bij mijn generatie, Pim. Ik zou zeggen, er zit ongeveer een verschil van zeven jaar tussen ons. Maar ik zou zeggen, wij zijn nog wel ongeveer van dezelfde generatie. Wij zijn oud genoeg om te weten hoe het was voordat smartphones en het internet op dagelijkse basis gebruikt werden, maar jong genoeg om actief mee te doen aan, aan deze scene en, en het geld over te hebben voor dit soort nostalgische dingen. Hmm. Want ik denk dat er juist, ik weet niet, ik denk dat de wereld overprikkeld is, ik denk dat er is, er is te veel, iedereen heeft overal een mening over, weet je wel. En als je niet opgegroeid bent in de internetgeneratie, om het zo maar te zeggen. Kan ik me ergens wel voorstellen dat jij best wel een verlangen hebt om terug te gaan naar die tijd van. Ja, voor, voor, voor het internet. Hoe toen het, toen het leven nog simpel was, Pim. Hè? Toen Jeetje. we niet elke dag helemaal doodgegooid werden met allerlei. Ja, weet ik veel. Allerlei debielen die op internet een mening over iets hebben, om het zo maar te zeggen. Um, en ook, wij weten ook nog, misschien jij net niet helemaal. Maar ik wel, ik weet nog hoe het was om cd's te hebben om vroeger gewoon een fysiek ding te hebben wat ik dan draaide... en dat dat mijn enige manier was waarop ik muziek luisterde. Weet je? Ik heb actieve herinneringen aan bepaalde cd's. Ik weet nog precies hoe mijn cd-rekje eruit zag vroeger. Ik had zo'n plastic cd-rekje met zo'n schuifdeurtje... in zo'n in zo stijl, weet je wel. Wat nooit helemaal dicht ging, dat was altijd kut. Maar um, ja, weet je, ik, ik had misschien tien nieuwe cd's die ik in een jaar... Kocht en dan draaide helemaal grijs. Ik weet nog precies hoe mijn radio er toen uitzag. Hoe mijn, mijn CD-speler eruit zag. Ik weet nog dat ik een dis Discman had. Ik weet nog dat toen ik voor mijn verjaardag een Discman kreeg. dat ik hem tien minuten nadat ik hem had gekregen. op de grond kapot liet flikkeren. Ja, dat weet ik nog precies. Want ik was fucking devastated daarna. Ik was helemaal in duigen. Weet je wel? En ik kan je nou niet eens meer vertellen. welke vijf albums ik als laatste. aan mijn Spotify library heb toegevoegd. En dat is drie dagen geleden dat ik dat heb gedaan. Hmm. Dus er, het is bizar hoeveel vatbaarder je bent voor het maken van herinneringen als je er een fysieke handeling aan koppelt of als je beperkt bent in je keuze. Dus ik denk dat er een hele grote groep mensen is die daar last van hebben of die dat voelen. Die denken, vroeger, toen, hè, toen, kocht je nog, toen moest je nog twee weken nadenken over welk album je zou gaan kopen, omdat dat je zuur verdiende centen waren. En nu kun je er tien zo luisteren in één dag. En, en ik denk dat er echt in die groep mensen van laten we zeggen, rond de 30 tot rond de 40, dat er heel veel mensen zijn die nu een soort van verlangen hebben naar die tijd. En, en dat er een hele roze wolk van soort van warme gevoelens omheen hangen. Die denk ik niet helemaal waar zijn. Want ik wil niet zeggen dat vroeger alles beter is. Want absoluut, absoluut niet vroeger was alles beter. Maar ik denk wel dat er een heel erg grote soort van drijfveer voor nostalgie van, vanaf die plek komt. Ja, ik, 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 ik denk het. Ik, 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 ja, ik, ik, heb, ik heb dat gevoel. Ja. Oké, okay. ja, ik, ik, ik denk dat de maatschappij inderdaad zeker wel een meer neiging heeft voor nostalgie. Ik denk ook dat, we, dat er de laatste paar jaar ook zoveel wereldwijde tegenslagen en, en onvrede in de wereld is, die eigenlijk een soort van hunkering naar ja. quote-unquote simpelere tijden uh, Doet, doet ontstaan. Maar nou ja, ik ben zelf altijd iemand die, die mijn leven nu veel beter vindt dan toen ik jonger was. Ja. Dus ik, ik heb totaal niet dat gevoel. Ik had inderdaad ook een mp3-speler met 32 mb erop, dat je letterlijk 10 nummers erop kon zetten ja, en ja, ja, ja. <laughs> dus, ja. maar nou ja, ik heb totaal niet... En, en ik moet ook zeggen dat heel veel van mijn nostalgie, en ik denk ook heel veel van de nostalgie waar we nu op stuiten, dus dat zo'n Is Survived by van Touche Amore dan 10 jaar oud is, toen had ik ook al internet. En, en, het gaat niet per, en, dat, en dat was toen ook het derde album van die band, dus dat was ook niet per se... Mijn en introductie, maar toch nou, nog steeds heb ik gewoon een heel warm gevoel uh, voor, voor dat album en, en die band en dat was nou, internet bestond al, dus het was ik weet niet, voor mij staat het niet per se helemaal bij een, bij die tijd. En dus ben ik zelf ook niet heel erg geneigd om mee te gaan in die heruitgave heisa, zeg maar. Ik heb niet ik heb zoals ik net al zei, ik heb gewoon voor de lol één heruitgave omdat ik oprecht benieuwd was hoe de Poacher Diaries van Converge... met het nummer Locust Rain... wat misschien wel mijn favoriete Converge-nummer aller tijden is... hoe dat klinkt als Kurt Ballou zou mixen. Ja. En dat hadden ze op dat ding gedaan. Dus er gebeurde daar op die heruitgave ook echt gewoon iets... wat ik nog niet al in mijn platenkast had. Maar dat was niet... Nostalgie, want in 1999 was ik zes jaar oud. Dus ik heb niet bewust meegemaakt dat Locust Rain live een nummer was. Wat Converge destijds nog speelde. Dus ja, ja ik weet niet. Misschien ben ik net nog, hè, zijn we toch net niet dezelfde generatie Nieuws, ben ik ja, toch gewoon iets niet. te online voor jou. En kan ik het. Ja, dan ja, gaat net maar, niet helemaal empathizen met jou. Maar, maar, maar kom op, Pim. Jij, jij vliegt ook naar Leeds voor een optreden van Half Heart En je gaat ook naar Manchester voor een fucking Jane Doe set. Dus ja. Het, het zijn wel albums die je... Volgens mij is dat... Nou, dat was niet per se internet-tijdperk, toch? Ja, misschien hard nog net wel, maar... Ja, dat was ongeveer... Net... was een paar jaar later. was begin 2000. Dus ik zou ja. ook niet zeggen internet. Maar ja. ik was er ook niet bij toen. Dus dat was allemaal een beetje voor mijn tijd. Ik was toen acht ja. of zo. Ja, dus okay. ik heb niet actief meegemaakt dat, dat Jane Doe uitgebracht werd. En, en het, het is ook niet per se dat, dat het integraal spelen van Jane Doe mij terugbrengt naar die tijd... Zeg maar van 9-11. Ja, dat was niet per se ja. de tijd waar ik dan aan terugdenk. Ja, maar het is, ja. wat, wat het voor mij meer is, denk ik, is dat we heel veel metal bands hebben gezien. Die eigenlijk al heel lang een soort van oude garden zijn. En dan heb je het over Black Sabbath en Metallica en dat soort bands. Maar dat zijn ook per se onze generatie geweest. En je hebt nu heel veel bands die gewoon al heel lang meedraaien, ja, die ja. ook gewoon een beetje zo'n. Evergreen reputatie hebben met gewoon een fucking dikke discografie. Al gewoon 20, 30 jaar gewoon een hele robuuste reputatie. Altijd in de picture, veel toeren. En daar kan je gewoon, maak je gewoon mee dat die bands geschiedenis hebben. Die hebben verschillende eras. En dan kan je gewoon denken van ja, hoe tof zou het zijn als Behemoth een beetje nummers speelt van voordat ze de c is hadden uitgebracht. Toen ze meer een Black Death band waren dan nu, wat ze nu zijn, zeg maar. En dat is niet per se nostalgie, maar gewoon dat je denkt ja. Deze band is al zo vaak van gedaan te door de jaren heen. En nu kunnen we gewoon een keer samen besluiten dat we iets gaan vieren. En waarom doen we dat? Ja, fuck it, het is tien jaar oud. Ja, boeien. Wat voor reden heb je verder nodig? Let's go. Ja, klopt. Ik denk ook wel dat er een explosie is geweest aan bands. Want dat, ik denk oprecht dat door, door de toename in. of de, zeg maar de, de verlaging van de drempel van, van opnames. Door, door technologische vooruitgang. Je kunt tegenwoordig in elke thuisstudio wel iets opnemen. wat decent klinkt, zeg maar. Dat, dat heeft er ook voor gezorgd. dat er steeds meer bands zijn. En bandcamp, weet je wel. en het ontdekken van nieuwe bands. en dat er gewoon. dat je. je de hoeveelheid bands. die een mens luistert. is denk ik serieus toegenomen. En uh, ik denk ook dat die bands niet per se allemaal op het niveau staan van een Black Sabbath of een Iron Maiden, weet je wel. Wij luisteren over het algemeen naar kleinere bands. Dus, en die bands die kunnen gewoon al tien jaar prima, soort van, soort van prima, rondkomen. Omdat er dus heel veel van zijn. En omdat wij zijn opgegroeid met die bands. Omdat wij inmiddels dus ook gewoon, ja, laten we het maar eerlijk zeggen, tering-out aan het worden zijn. Met name ik. Dat dat misschien ook wel een soort van de indruk wekt van, ja, oké, okay, er, er zijn wel heel erg veel heruitgaves. En dat klopt misschien ook wel dat het, zeg maar, dat het, dat het zo is. Omdat de procenten wil gezien gewoon veel meer band zijn. Snap je? Ja. Dus, um, dus ja, dat, dat, dat klopt wel. Mag ik nog heel eventjes een sidestep doen dan, Pim? Ja, nee, voordat je even gaat zeuren. Want volgens mij ga je zeuren, wil ik even iets positiefs zeggen nog. Oké, okay, ja. Want ik, ik, ik heb ergens het gevoel, en we gaan er misschien dus in de toekomst meer over nostalgie hebben. Ik vind het wel deels kan je hier misschien in binnen te zien een beetje de schuld geven aan Roadburn. Die een beetje begonnen zijn met. Ja. Dat bands dan dat album van twintig jaar oud dan integraal komen optreden. Mm -hmm. En ik denk dat daar heeft de wereld een beetje doorgehad in, in deze subscene. Sub van oké, okay, nostalgie scoort inderdaad. Het is gewoon mensen willen dat zien. Ook al was je er niet bij. Je weet dat het een legendarisch album is. Dus je wil dat gewoon een keer horen. Want als je nu gewoon een live, een band live ziet, dan spelen ze misschien één of twee nummers en altijd dan diezelfde één of twee nummers. Maar de deep cuts van die platen, die hoor je nooit. En er is nooit echt een reden. Totdat inderdaad iemand ineens vraagt van, hé, hey, wil je die plaat gewoon een keer integraal gaan doen? En dan wordt het een moment en dan ga je dat opnemen en dan ga je dat uitbrengen en dan is het gewoon een cultureel big moment. In, ja. een, in een soort van viering van de geschiedenis van zo'n band. En ik heb het gevoel dat bands dat zelf nu steeds meer doorhebben hoe leuk dat is. Bijvoorbeeld Stick to Your Guns, een of andere dode hardcore band, die spelen binnenkort in Tivoli gewoon een 10-year anniversary. Doen ze gewoon elke avond van die tour uh, Diamond spelen ze gewoon integraal. Ja, op zich, voor de geschiedenis van die band is dat wel een van de betere albums. Dus dat is hartstikke leuk. En op die manier krijg je er ook gewoon mensen mee in, in de wat oudere discografie. Want ik ga best wel vaak niet per se naar een concert van een band, omdat ik denk van ja. Gaan we weer voor de derde keer al die nummers horen? Weet je wel? Ze spelen altijd dezelfde nummers, plus een paar nieuwe van het nieuwe plaat. En nu vind ik het heel erg leuk dat, dat bands op deze manier gewoon wat variatie in hun live set aanbrengen. Zoals jij al net zei, ja. Cult of Luna drie keer dezelfde show gezien in een jaar. Als zij gewoon een beetje kunnen variëren door ook de nostalgie wat te bedienen. Of als je niet elke avond weet wat ze precies gaan spelen, maar een Bent als King Gizzard en Lizard Wizard. Ja. Dan blijft het gewoon fris. Dus dit is ook gewoon een mooie manier om wat variatie aan te brengen. En is het juist niet per se nostalgie dat je juist weer heel erg viert wat je al kent. en, 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 en juist het nieuwe uh, weghaalt. Juist omdat de tijd zo ver verstreken is, is dat wat oud is eigenlijk gewoon nieuw. Ja, 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 goed punt. Absoluut. Inderdaad, ik vind het altijd wel tof om echt die oudere nummers te horen op zo'n integrale set die je normaal gesproken nooit krijgt. Want je krijgt eigenlijk altijd alleen maar de hits natuurlijk van een album. Weet ja, je? En dat de houdt jezelf in twee nummers. Ja, precies. Ja, inderdaad. Iedereen kent die nummers juist. Ja. juist wat dat wil je kennen. Maar het is ook natuurlijk, daarom is het ook een ontzettende fanservice. Want een, een, een casual pleb, zeg maar, gaat niet per se heel warm worden... van, nou, uh, nummer acht van uh, album drie. Holy shit, man. Dat is echt <laughs> de dichtste track. Nee, die, weet je, dat zijn, dat zijn echt de liefhebbers die daarvoor gaan. Ja. Dus, ik was laatste. Want we, we zitten nu alweer meer dan een uur te lullen. Dus we Jeetje. moeten echt door. Maar ik was laatste. Even één dingetje aan, aan, uh, aan tippen En dat is de, de luxe-edities. En, en met name, zeg maar, we hebben het net gehad over... Wat krijg je als je een heruitgave doet aan, aan nieuwe sh shit, zeg maar, aan, aan vette, vette nieuwe dingen daarbij? Uh, vaak worden heruitgaves uitgebracht met een soort van aanvulling, uh, weet ik veel, wat bonustracks of zo of iets dergelijks. Um, en dit is niet per se alleen bij heruitgaven het geval, dit is ook gewoon bij albums in het algemeen het geval die nu nog uitkomen. Je hebt een, de, de versie die hè, normaal gewoon wordt aangeboden en dan heb je soms zo'n deluxe editie. Waar je dan bijvoorbeeld in vinylvorm wat extra's bij krijgt, bijvoorbeeld een, een, een andere cover of weet ik veel nog wat, wat, wat vette ja, swag erbij, weet je wel, merch ofzo of iets dergelijks, een extra shirtje, limited edition, dit dat, leuk. Ander kleurtje vinyl, oké, okay, snap ik. Maar als je puur kijkt naar de muziek die wordt toegevoegd op zo'n deluxe editie van Platen. is allemaal troep. Allemaal troep, Pim. Ik ga toch niet naar de fucking demo luisteren. van een, een of andere nummer. wat, wat, eerst, wat eerst nog door, door zes lagen heen heeft moeten gaan. en een normale opname heeft moeten krijgen. hoe gives a fuck. St gewoon weg, ik hoef het niet te hebben. Ik wil het niet. Al die troep, allemaal niet. Kijk, een oké, okay, een bonus track. Oké, okay, kan ik ergens nog begrijpen dat is extra content, maar 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 demo's en live opnames van die nummers op tours. Fucking hell, mensen! Ik, ik, ik heb het niet nodig. Ik heb het gewoon niet nodig. Weet je waarom ik dit zeg? Ik ben in het proces van het verhuizen van Apple Music naar Spotify. Dat gaat waarschijnlijk niks brengen, maar desalniettemin, ik, ik geloof er nog steeds in. In mijn hoofd is ik steeds, denk ik, ja, Spotify is handiger en dat is minder buggy dan Apple Music. Waarschijnlijk is het niet zo, maar whatever. Ik ben daar dus mee bezig en ik ben met de hand eigenlijk mijn hele library opnieuw aan het opbouwen in Spotify. En wat ik merk is dat van heel veel albums is alleen de deluxe versie beschikbaar, Pim. Dus heel hmm. veel bands denken: nee, 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 ik doe dan wel de deluxe editie op Spotify zetten, want dat is de meest complete editie. Nee. Nee, dat is niet je artistiek statement. Tief op met je demoversies en je liveversies. Geef me gewoon het album zoals je het bedoelde toen je het uitbracht. Ga niet al die troep erbij lopen, lopen verkopen. Zit ik in mijn Spotify, dan zeg ik... Oh ja, dit album wil ik luisteren. Dan luister ik het album, dan luister ik het hele album af. En wat krijg ik dan? CD 2, gewoon middelmatige troep die je niemand hoeft te horen. <laughs> wat? Rot op! Geef me gewoon de originele versie. Ik wil niet eerst het album in en dan zeggen... Nee, ik wil alleen CD 1 queuen. Nee, fuck off. Geef me gewoon de originele versie naast de deluxe versie. Dank u. Aan de rand. Ik ga ja, van de zeepkist af. Dit is een beetje street. St Stream trollen noemen ze dat. Ja, en de Migos die zijn er heel goed in. Die hadden, dat was een hip-hop uh, trio uit Atlanta. En die hadden dan gewoon albums die dan gewoon twee uur duurden. En dan namen ze gewoon een nummer op in twintig minuten. En dat knalde ze dan zo pop, 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 allemaal achter elkaar. Want al die mensen, al hun fans hadden ze op een gegeven moment door. Hadden gewoon nul kritieke luisterskills, zeg maar. Dus die, zolang het aanstaat, stond het gewoon aan. En al die nummers kwamen helemaal bij de playlist. En inderdaad, als een album aanstaat, ja, je luistert toch waarschijnlijk twee of drie van die nummers voordat je denkt, fuck. Wat hoor ik eigenlijk voor troep? Ik wilde het helemaal niet. Ik had er helemaal niet voor getekend. Dus ik denk dat dit wel een hele slinkse, sluwe manier is... om op stream services gewoon toch nog even een paar extra streams... bij elkaar te sprokkelen. Wat misschien maar weer laat zien... hoe slecht het economische model ja, is momenteel ja. voor bands. Dat, dat, dat ze dat liever hebben dan inderdaad het het eigen glazen ingooien van een eigen artistieke expressie, zoals ja. jij dat net omschrijft. Dat is ja. wel heel jammer. Ja, ik maar, ik vind het wel mooi, want bijvoorbeeld Death, Death heeft ook best wel wat van die heruitgaves... Uh, maar die, die hebben hun originele discografie nog beschikbaar. Hmm. Dus ik hoef niet, ik hoef niet door, door al die troep heen te luisteren, waar ik niet doorheen luister. Ze zeggen, ja. ja, hier heb je de originele versie. Dit is wat die was, en die kun je gewoon draaien, prima. Ja. Uh, dus ja, dus dat, kan, dat kan ik dan wel waarderen. Bands die echt een beetje soort van de, de, de ja, properheid in hun discografie bewaken binnen Spotify. Daar kan ik ja. wel van genieten. Goed, ik kan die serieus nog wel langer over lullen, Pim. Maar we zijn nu 1 uur en 8 minuten aan het lullen. Dus ja. laten we doorgaan naar de luistertips. Mooi. Zal ik beginnen? Jij eerst. Ik heb uh, een luistertip die een beetje met de hedendaagse tijd meegaat. Maar wanneer dit uitkomt, is het denk ik niet meer hedendaags. Het is binnenkort Amsterdam Dance Event. Ja. En ik ga natuurlijk naar Overmono, want dat is gewoon een lijpe band. Maar mijn luistertip had, had eigenlijk ook gewoon op ADE kunnen staan: en dat is het album 5 van Vollaksoid. Dat is, uh, heb ik wel eens eerder getipt in Osmium. Uh, het album 1 uit 2019. Uh, dat is inmiddels alweer 50 afleveringen geleden, Niels. Wow. En als we het hebben over hertgaves... ik ga gewoon die band weer opnieuw tippen. Ja, Want ja, dat zijn jullie Nostalgie toch scored, allemaal weer vergeten. Hè? Ja, Nostalgie Scored. Stond destijds op nummer 5 in mijn jaarlijst, geloof ik. Ik heb het toen gezien op Blackass Who. En daar had ik ook een uh, verslag van geschreven. Heel erg lyrisch en lovend. Maar eigenlijk is er gewoon veel te weinig hype om deze band. Dit is Chileense krautrock turned techno... Uitgekomen op Zeker Bones Records. En eigenlijk is deze plaat gewoon een soort van. Ja, een slappe rerun van dat vorige album. Maar omdat ik het genre gewoon heel tof vind. Is het alsnog gewoon heel leuk. En wat het mooie is, vind ik, aan deze plaat. Is dat het heel veel punk-energie heeft. Die, de, de bandleider. Die is zelfs volgens mij transgender. Uh, althans, die is in ieder geval uh, vrouw geworden. Begrijp ik. En het mooie is. Die band toert momenteel door Europa. En zij hebben onder elke post. Een, een, een soort van disclaimer van Joh: Als je trans bent, dan hebben we select aantal gratis uh, tickets op de guestlist voor mensen die zelf transgender zijn, dus dat Sick. vind ik gewoon heel tof. Dat is, punk. Dat is vet, ja, dat is gewoon hè, doe het gewoon en en dat daarom vind ik het gewoon heel tof. En dan vind ik het jammer dat als we het hebben over representatie op Soulcrusher. Dat die band op de vrijdag van zolkers in de Bibelo in Dordrecht stond te spelen en op zaterdag in België, terwijl die band gewoon prima op zolkers zelf had kunnen spelen. En dat is gewoon een gemiste kans. Dus ik vind het gewoon heel jammer dat deze band in de metal scene niet per se omarmd wordt. Ook al zijn er best wel heel veel metal bands die gewoon heel veel lenen van krautrock. Dus als het dan een krautrock band is die zelf wat meer de duistere uh, techno omarmt, waarom kunnen we dat dan niet waarderen, zeg maar? Dus nou ja, ik denk dat er een hoop potentie zit in het combineren van elektronica met verschillende gitaarstijlen. Dus nou ja, ik denk bijvoorbeeld ook aan Violet Magic Orchestra waar we het net ja, over hadden. Ja, ja, ja. En ik denk dat het dan leuk is als de esthetiek en de spanningsboog meer op de Duistere techno leunt. Dan dat zeg maar. En, en dat daarbij dan metal of gitaar. de niche is die erbij zit. Dus in plaats van dat je een metalplaat maakt. waar dan toevallig wat bas in zit. of wat synthesizers. is het gewoon de spanningsboog en de sfeer. van een duistere technoplaat. met dan wat accentjes uit metal of krautrock of whatever. En dat vind ik gewoon. Ja, heel vet. En heel veel, vaak zie ik in, in onze scene... dat mensen denken bij elektronica... Ik, en zeker even met als Amsterdam Dance Event... daar komen alleen maar toeristen pilletjes hakken... en lijntjes doen... en een beetje staan stampen en te, te fistpampen, zeg maar. Maar het is niet alleen maar die happy-go-lucky pillenmuziek. En dat is juist wat een plaat als deze... van Voleksoit uh, laat horen. En dus, nou ja, ik hoop gewoon dat deze band... in ieder geval op de aankomende editie van Roadburn kan spelen... want ze waren tijdens corona geboekt... voor een van de edities die niet doorging... Dus ze zijn ook niet opnieuw neergezet. Misschien lukte dat niet. Maar ik hoop dat dat er nog steeds van komt. Want ik vind het dus oprecht: hier zit heel veel muzikale potentie. Bands kunnen gewoon wat meer van dit soort elektronica in hun metal gaan verwerven of vice versa. En wij als luisteraars moeten daar ook meer voor openstaan. Dus daarom probeer ik dit nogmaals, na 50 afleveringen, nog een keer onder de aandacht te brengen. Nou, tof. Ja, dat is dus leuk. Ik, uh, ik ben oprecht geïntrigeerd door je omschrijving. Ik heb dit nog steeds niet gecheckt. Maar uh, dat komt omdat ik natuurlijk nooit luister naar wat je zegt. Veel te hard leers ben jij. Ja, uh, en jij bent veel te dramrecht, Dus ja, <laughs> dat is een combinatie die niet goed is. <laughs> maar ja, nee, zeker. Dit, is een, uh, dit, dit, dit lijkt me gewoon een hele goede tip. En, en we, we proberen altijd wel. Ja, weet je, met tips altijd. Hè, je, je moet iets kiezen wat dan. Ja, je vindt het zelf wel vet. Maar je wil ook wel een soort van. Ja, dingen, displayen, een soort van een breed spectrum. Niet alleen maar black tippen of niet alleen maar death of whatever. Dus het is goed dat je inderdaad weer eens een keer zo wat pakt in buiten de hardcore. Om het zo maar te zeggen. Want volgens mij heb je de af, afgelopen acht afleveringen alleen nee, maar gekomen. De vorige tippen. aflevering was gewoon proggy <laughs> death metal. Oké, okay, ja nou in ieder geval, de hardcore komt regelmatig terug in jouw tips. Uh, dus ik vind het wel tof dat inderdaad dit dan een keer getipt wordt. Weet je, luister wat breder, uh, probeer eens wat nieuws. Dus dit ja. zou zeker iets zijn. Wat op de rand van onze luisteraars interesse zou kunnen liggen. Nou, ga jij ook eens even iets vooruitstreven tippen dan, Niels? Nou, weet ik niet. Ik weet niet of het vooruitstrevend <laughs> is, maar uh, ik, ik ga wel iets tippen wat ook niet per se van mij verwacht wordt. Ik ga een nieuw, uh, nieuwe plaat van Night Versus tippen en die heet Every Sound Has a Color in the Valley of Night Part 1. Oeh, vet pretentieuze titel. Heel veel van die tech metal vind ik ook een beetje pretentieus. Te veel gitaar, uh, wankery, zeg maar. Uh, weinig seal. Songwriting ontbreekt een beetje. Het is meer van showen van wat je allemaal kan. met een uh, paar snaren op een plank. En als het dan ook nog eens instrumentaal is. dan boeit het me nog minder. omdat er eigenlijk geen stem is om wat variatie aan te brengen. Uh, Night vs. is een gigantische uitzondering op die regel voor mij. Uh, ik heb deze band ontdekt op een vorige plaat. The From the Gallery of Sleep. Toen vond ik die de composities al zeer pakkend. en ja, to the point voor een instrumentale band. Die plaat was van, wat naar mijn mening net iets te lang. Die duurde meer dan een uur. Um, ik heb die band toen wel gezien op Complexity Fest. En dat was echt dat knalde van het podium af. Deze band bestaat uit drie muzikanten, uh, die alle drie superkundig zijn in het spelen van een instrument. Zijn doelgericht. Zij zijn gewoon, ze spelen snel, maar niet zeg maar, uh, noodly. Gewoon fucking lompe guitar riffs zitten erin. Gewoon dikke face van riffs. En uh, ja, deze nieuwe plaat is dus iets korter. Het is een part 1, dus ik denk dat er een part 2 komt. Geen idee. Maar in ieder geval, deze plaat duurt 35 minuten. En dat is wat mij betreft de perfecte lengte voor dit soort muziek. Er zit gewoon heel veel songwriting in. Originele ideeën. Catchy melodieën Zieke beats. Deze drummer is echt insane goed. Dit is de drummer van 4 333 ja, ja. En uh, die gast kan echt ziek goed drummen. Uh, maar hij probeert ook echt oprecht een uh, soort van rare, onorthodoxe drums uh, te brengen in een soort van metal setting. En dat vind ik vet. En iets wat ook wel echt benoemd wordt, deze band heeft echt texturen in zijn muziek zitten. De, ze doen iets met uh, Night of Sleep of zo um, in elke plaat. Dus het is een beetje een soort van, uh, ja, ik weet niet, droomrige vibe zit erin. En dat hoor je heel erg terug in die muziek. En dat, dat vind ik gaaf dat dat gecombineerd wordt met gewoon snoeierde metal. Dus dit is gewoon echt iets wat je moet checken. Night versus Every Color has a sound in the Valley of Night, part 1. Ja, mooie tip. Ik, ik, ik had die vorige plaat gerecenseerd, dus ik heb best wel een goed beeld bij hoe die band klinkt. Maar ik had inderdaad nog niet de moed verzameld om deze plaat te gaan checken, maar je hebt het al een paar keer over gehad, dus ik denk dat ik er maar aan moet geloven. En ik had inderdaad ook het gevoel dat het eigenlijk een EP was, maar ik heb net even gegoogeld en ik zie inderdaad dat het nou ja, inmiddels als een volwaardig album wordt aangeprezen. Dus nou, ja. ik ga er maar gewoon naar luisteren. Gek genoeg heb ik met alles buiten de hardcore minder de neiging om naar EP's te luisteren. En als het in hardcore aankomt, ga ik juist een EP luisteren. Maar dus nu <laughs> weten we dat het eigenlijk een full-length album is, is de kans groter dat ik het daadwerkelijk ga checken. Ja, nou nice. Ik, vond, ik vind het wel, het klinkt ook wel als een vol album. Ja. Dus, um, ja. Mooi. Oké, okay, concerten. Ja, we hadden het daar een beetje aan het begin al over. dat ik binnenkort op huwelijksreis ga naar Japan. voor vier weken. En ik dacht, nou ja, wij hebben volgens mij in aflevering vier. heb jij een kort concertverslag gegeven vanuit Osaka. met een concert ja. van Wolf, of Hell, Palm en SOB en nog een paar ja, andere ja, bands. Ja. Dat was ontzettend leuk. En sowieso is het altijd leuk, inderdaad, als ze een beetje het concertleven beschrijven in andere landen. Je hebt dat vorige aflevering in Italië gedaan, daarvoor waren we een keer in Engeland, et cetera, et cetera. En dus ik heb ook even gekeken of ik misschien mijn vrouw kan slepen naar een concert in Tokio of Osaka of waar dan ook. En dat is niet erg makkelijk gebleken, want het komt er net niet uit. Ik mis bijvoorbeeld net het Nextfest, N-I-X-F-E-S-T. Vierdaags festival, althans vier herhalingen van bands als Me The Horizon, Baby Metal, Violet Magic Orchestra en Cruelty. Cruelty, de hardcore band die ik volgens mij al een keer ja. getipt heb in Osmium. Ik mis ook een concert van Otto Bokeh ah. Beaver. Ik mis ook een concert van Coffins. Ah. Ik mis ook een concert van Vector. Dus het komt allemaal net niet goed uit. Maar sommige dingen komen wel goed uit, Niels. Ja. En dat zijn er twee. En ik heb geen idee of het me gaat lukken om daarheen te gaan. Want de eerste is op zondag 5 november. Dat is zeg maar op die ochtend land ik met een jetlag in Tokio. En is er diezelfde avond in Tokio. Op 15 minuten loopafstand van mijn hotel in Shinjuku. Jesus Peace, de fucking harde yeah. Amerikaanse metalcore band. Uh, in de Anti-Nok de Tokio. Uh, die staan binnenkort. Twee weken later staan ze gewoon in de Willem II van Den Bos. <laughs> Maar daar kan ik dus niet heen, want dan ben ik nog op huwelijksreis. Ja, kan ik misschien wel heen. Maar zij, zij doen gewoon de huwelijksreistour van Pim. Dus zij gaan ook gewoon even naar, uh, naar Tokio. Dus misschien ga ik daar wel heen. Kijken of dat lukt, als ik dan niet in slaap gevallen ben. En als we weer terug zijn helemaal aan het einde, op donderdag 30 november... speelt ook Black Flag, ook in Shinjuku, in Tokio. En dat is hartstikke Black leuk. Black Flag? Ja. Uh, in een beetje, ah. ja, ja, in een beetje een formaat van de beroeg. En nou ja, Black Flag, we het heel lang over hebben... Er zitten allemaal ex-bandleden die dan weer andere bands, hè, onder de naam Flag is er ook getoerd met andere ex-leden. En er zijn allemaal hè, lawsuits om wie wel niet mag spelen. En die en die, 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 die nummers. En ik zag ook op Zetlist FM dat ze nu bij deze tour... in deze iteratie van de band, ook het tweede album My War integraal speelt. Dat je denkt: oké, okay, uh, geen idee waarom ze dat doen, maar ze doen het. Dus. Ik, ik, ik ben niet op de hoogte van de geschiedenis van Black Flag en de huidige staat daarvan. Ik weet alleen maar dat ik die eerdere albums en de eerste paar EP's gewoon heel vet vind. En misschien gaat het me gewoon lukken om even bij een punk show in Japan te zijn. Want ik, heb, ik weet hoe ja. vet dat is van jouw ooggetuigenverslag destijds. Dus vandaar, nou ja, hè, het gaat ook meer om de cultuurshock dan de muziek zelf op zo'n avond. En dus ik ga even kijken of ik. Uh, Ofwel mijn vrouw alleen kan laten ergens in Japan, eh, in Tokio. Of dat, dat ik haar mee kan slepen naar Black Flag en Jesus Peace. Dus is zelf helemaal niet van deze muziek. Dus het gaat hoe dan ook moeilijk worden. Ja. Want laat je je vrouw alleen op juridisch reis, dat weet ik niet zo goed. Of pijn je de oren met hele slechte punk en hardcore. Dat weet ik ook niet of dat verstandig is. Maar ja. He, dan hebben we wel content voor de volgende Osmium aflevering. Ja, ik hoop wel dat je er iets kan fixen. Want ik wil ook jouw verslag hebben van een Japans concert. Lijkt me heel vet. <laughs> zeker zo'n ja, zo punk show lijkt me heel, heel, heel vet om daar uh, daarheen te gaan. Ja. Want die mensen die gaan volgens ja. mij helemaal los. Dus, uh, dus ja, uh, nou goed, lijkt me tof. We horen het misschien wel Tip. in de december ja. uh, aflevering. Who knows? Ja. Oké, okay, dan mijn concerttip. Uh, ik heb op uh, vrijdag 1 maart 2024, dat is nog even, Jeetje. in Doornroosje, te Nijmegen... Cattle Decapitation. Kijk, ik moet een tip geven van na uh, half november, wanneer deze aflevering uitkomt. En in december toert er niet zo heel veel. Dus dan ga je al naar het nieuwe jaar kijken. En januari is doorgaans heel droog. Dus ja, dan zit je alweer februari, maart. Dus ik dacht, nou, dan pak ik daar wel iets. Cattle Decapitation. Nou, uh, een van de meest gerespecteerde en consistente grindcore slash death metal bands van vandaag. Komt eindelijk weer eens naar Nederland. Uh, deze band draait natuurlijk al even mee, ergens halfwege de jaren negentig zijn ze begonnen. Uh, maar, en die laatste paar albums zijn wat catchier, zou ik zeggen, uh, wat meer gestroomlijnd. Uh, en dat heeft ze absoluut geen windeieren in gelegd, want deze show was eigenlijk in de kleine zaal van Don Roche... ...en is daarna gewoon geüpgrade naar de grote zaal omdat het gewoon in no-time uit, was uitverkocht. Ik vind persoonlijk die wat toegankelijkere platen wel erg lekker. Uh, ik heb deze band ook nog nooit live gezien uh, en ik ben eigenlijk wel benieuwd of die krankzinnigheid van die, deze band... ...live ook gewoon waargemaakt kan worden. Met name de geluiden die de zanger Travis Ryan uit zijn strot uh, perst... ...zijn behoorlijk uh, indrukwekkend op plaats. Dus uh, ja, ik wil het wel zijn levende live meemaken. Uh, ze nemen nog steeds uh, een sloot aan uh, Grindy Death Band mee... ...die ik allemaal nog nooit heb gehoord natuurlijk... ...in True uh, Niels' stijl. Maar goed, ik heb er nog alle tijd om in te luisteren... ...want ja, het duurt nog gewoon uh, vijf maanden of zes maanden... ...voordat deze band hier naar Nederland komt, dus... Uh, ja, uh, 1, 1, november, of, uh, sorry, 1 maart 2024, Cattle Decapitation, Signs of the Swarm, 200 Stab Wounds and Vomit forth Lekker. Ik uh, is denk ik goed dat je er vroeg bij bent, want een Roosje boekt inderdaad heel veel van dit soort... Death, ja. Death, death, ja. Van die techie, techie moderne death ja. metal bands. Van die, ja... Van die, uh, de, 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 Tech Track Tour en zo met Archspire ja. en dat soort shit. Faces of Death. Ja, nou, allemaal super heftig inderdaad. En die ja. zijn, dat is elke keer Stevast uitverkocht, ruim ja. van tevoren. Ja. Dus het is inderdaad maar goed dat je deze tip gewoon voorkomt. komt. Want als je die in de aflevering van februari had gedaan, dan was je gewoon, dan hadden mensen daar niks meer mee kunnen doen, want dat was te lang en breed uitverkocht. Dus inderdaad, yes. dat is een hartstikke mooie tip. En dan ga ik nog even binken natuurlijk. Tour in the is toch zeker wel de band die je <laughs> wil zien die avond. En Van met Forst is ook oprecht een toffe band. Ik vind dat, uh, dat Signs of the Swarm, dat is dus wat meer van die progriep, uh, een beetje uh, Easy for and Shore. Oh ja, oké, okay, ja. Maar goed, mag gewoon. Ja. En Captain Decapitation vind ik live ook niet al te best. Maar goed, dat was alweer meer dan tien jaar geleden dat ik ze zag. Toen jij niet eens wist dat die band bestond. Dus zo, up, ik heb weer lekker even gepikt. Zo, ik heb al mijn ja, zegjes uh, gedaan. Hartstikke leuke tip, Niels. Ja, Pim zijn uh, penis is weer een centimeter gegroeid. Lekker nou, Top man, lekker hoor. Uh, Oké, okay, shout-outs dan. Shout-out aan de volgende aflevering die er dus gaat komen. Oh, ja. Want ja. Niels, dan is het de laatste aflevering van 2023. Ja. En dan gaan wij dus onze jaarlijstjes delen. Ja. En dan gaan we dus de Osmium Awards doen. Dat ja. is het meest geanticipeerde... Prik, jongens. Het meest geanticipeerde segment van een jaar Osmium. Ja. En natuurlijk, nu kunnen jullie ons misschien nog helpen... om leuke Osmium Awards te verzinnen. Of jullie kunnen nog luistertips aan ons doorgeven... die het misschien nog in onze jaarlijst gaan halen. Ja. Dus wil jij influencen, deze influencende in podcast? Shh, kom dan even onze socials in. Ja. ja, slide in onze DM's. Juist. Inderdaad. Ja, vind ik vind het een goede shout-out. Inderdaad, dus stuur even wat in, weet je... Uh, met name de Osmium, Osmium Awards categorieën. Ja. Want uh, mijn creativiteit was na vorig jaar een beetje op. <laughs> uh, maar ik ben benieuwd waar jullie mee komen. Want wij willen natuurlijk wel gewoon eerlijk al deze, deze awards uitdelen. Dus ja, als je nu gaat insturen wat je allemaal voor een awards wil uitdelen. Dan kunnen wij ook nog daadwerkelijk inluisteren. Zodat we deze prijzen eerlijk kunnen uitdelen. Snap je? Ja, met, met integriteit. Ja, oké. Okay. Verder, shout-out aan alle luisteraars die we hebben gezien op Soulcrusher. Want ik weet inmiddels niet meer iedereen. Ik zat nog in de trein terug met twee andere uh, luisteraars die uh, mijn, in mijn cubicle zaten, zeg maar, uh, met Daan en, en Steefon geloof ik. Uh, Shoutout aan iedereen op Soulcrusher. Het was leuk, tof, vet. Uh, Shoutout aan uh, de, 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 de Easy Walk in uh, Nijmegen. Shoutout aan Lille, uh, de Hunterkrank. Aan de bier weer, weer de DJ, uh, in, in de DJ in de... Ja, en de kindje die niet Breakstuff van Limbiskit wilde kan Ja, what the fuck. Hoe kun je nou Breakstuff aanvragen en zeggen, ja, dat vind ik leuk. En dan vervolgens gewoon een een of andere generiek EDM-nummer of zo opzetten. Ja. Ja, niet shout-out aan hem. Niet oké. Okay.